Dag dames en heren. Een heel goede morgen allemaal. Je suis particulièrement heureuse de vous pouvoir accueillir ici aujourd'hui. Blij dat u allemaal de weg heeft gevonden naar deze studiedag, zowel live hier in deze zaal, maar ook u, dames en heren, thuis die ons volgt online. We gaan nadenken, we gaan debatteren, we gaan praten over het intellectueel eigendomsrecht in Belgische ondernemingen. Et pour faciliter cette journée d'études, on a prévu la traduction simultanée. Vous trouvez dans votre chaise un casque que vous pouvez mettre, évidemment. Et là, vous allez voir qu'il y a le néerlandais sur un et le français sur deux. Voilà. Chez vous, mesdames et messieurs, vous appuyez sur la langue de votre préférence. Om u up-to-date te brengen vandaag, hebben we een aantal topsprekers uitgenodigd. We gaan twee debatten, twee panelgesprekken leiden en daartussenin gaan we ook wel even pauzeren. We gaan rond de klok van 11 een koffiepauze houden van een half uurtje. Mais nous avons toujours besoin de vous, mesdames et messieurs. On voudrait rendre cette matinée d'études le plus interactif possible, donc n'hésitez pas de nous envoyer vos questions si vous êtes chez vous en utilisant le chat. Mais c'est évident que aussi ici dans la salle, vos questions seront fortement appréciées, surtout après la première partie. Zo, dan denk ik dat het tijd is om onze eerste spreker aan te kondigen. Nous avons le plaisir et l'honneur, mesdames et messieurs, de vous présenter Séverine Waterblee, la présidente du SPF Économie, pour vous accueillir ici, aujourd'hui. Vos applaudissements. Bedankt. Eerst en vooral moet ik de minister verontschuldigen. Hij heeft een kleine ongeval gehad op de weg met de wagen, zo hij gaat niet komen vandaag, maar zijn adviseur zal de speech doen. Zo, nog bedankt, Paul, voor je tussenkomst. Zo, monsieur le directeur-generaal adjoint, dames en heren. Namens de FOT Economie heet ik u welkom op deze studiedag die vandaag georganiseerd door de FOT Economie wordt samen met het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom. Vandaag is het de Werelddag voor Intellectuele Eigendom. Het is de dag waarop wij stilstaan bij het belang van de intellectueel eigendom. En intellectueel eigendom is overal. Denken wij bijvoorbeeld aan de smartphone, waarmee u deze ochtend misschien het programma en de plaats van dit seminarie bekeken heeft. De technologie die in uw smartphone wordt beschermd door verschillende octrooien. De naam en het logo van uw toestel wordt misschien beschermd door merkenrecht. Het design is misschien beschermd door een modellenrecht. De hardware door een chipsrecht. En de apps en het programma van vandaag door het auteursrecht. Maar maak u geen zorg voor het auteursrecht. Vandaag gaat de FOT Economie geen auteursrecht vragen voor het programma. Integendeel, we zijn blij dat u er bent bij. Dit decennium is ook het decennium van digitale en groene transitie. Digitale technologie verandert ons leven. De Europese Unie wil er met haar digitale strategie voor zorgen dat mensen en bedrijven van deze transitie profiteren en dat zij haar doelen van een klimaatneutrale Europa bereikt tegen 2050. In die digitale en groene transities speelt technologie en de bescherming ervan via intellectueel eigendomrechten een essentiële rol. Hoe kunnen wij bijvoorbeeld een hogere energie-efficiëntie realiseren of door technologische ontwikkeling de circulaire economie vergroten en de klimaatimpact verlagen? La Journée mondiale de la propriété intellectuelle nous a semblé une bonne occasion de vous présenter deux projets récents qui se concentrent les droits de la propriété intellectuelle et leur importance sur l'économie belge. Le premier projet est une étude commanditée par le SPF Économie et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle sur l'utilisation des droits de propriété intellectuelle par les entreprises belges. L'étude examine quelles sont les caractéristiques des entreprises qui ont déposé un projet,
un brevet, pardon, une marque, un droit de dessin ou de modèle ou un droit d'obtenteur au cours de la période comprise entre 2010 et 2019. Combien sont-elles ? Quelles sont leurs tailles ? Sont-elles plutôt des PME ou des grandes entreprises ? Depuis combien de temps existent-elles ? Pour quel droit de propriété intellectuelle optent-elles ? Y a-t-il une différence de croissance et de productivité par rapport aux entreprises sans droit de propriété intellectuelle ? Etc. Les résultats de l'étude vous seront présentés tout à l'heure par la KUL et IDEA Consult, que je remercie déjà, et seront suivis de tables rondes avec des représentants du monde des affaires et les institutions régionales chargées de promouvoir l'innovation. Cela leur donnera évidemment l'occasion d'indiquer comment les régions et le monde des affaires peuvent saisir ces opportunités, quelles actions ils peuvent envisager. Et pour le SPF Économie, évidemment, l'étude est le point de départ pour voir comment nous pouvons utiliser ces données pour, et les contributions d'aujourd'hui pour informer encore mieux les entreprises de l'utilité de se protéger et de bénéficier de droits de propriété intellectuelle. Le deuxième projet consiste en une nouvelle plateforme numérique qui devrait guider les entreprises de manière conviviale quant à savoir comment et pourquoi recourir à la protection de la propriété intellectuelle. Ce projet a été développé en collaboration avec les différents partenaires actifs dans le domaine de l'innovation et de la propriété intellectuelle, à savoir Vlaio, la Sowalfin, le BOIP, Octrooizentrum Nederland et le SPF Economie. La plateforme sera présentée plus tard dans la journée par l'Office Benelux de la propriété intellectuelle et offrira aux entrepreneurs un moyen simple et donc convivial de se familiariser avec les manières de protéger leurs créations, leurs inventions, leurs innovations. J'espère qu'après cette journée d'études, vous penserez que c'est une bonne chose de protéger votre création, votre invention, votre innovation par un droit de propriété intellectuelle. Mais si vous ne savez pas par commencer, c'est certainement la plateforme qui est le bon endroit pour entamer vos démarches. Voilà, je vous souhaite une agréable journée. J'espère qu'elle sera très instructive. Merci beaucoup. Et voilà le ministre Pierre-Yves Dermagne, vice-premier ministre et ministre de l'économie du travail, aurait aimé se joindre à nous pour inaugurer cette journée. Mais malheureusement, il n'a pas pu être présent à la dernière minute à cause d'un petit accident. Et donc, nous tenons à nous excuser pour son absence. Il nous souhaite, par contre, une journée d'études très, très intéressante et Paul Laurent, membre du cabinet, lui remplacera. Des applaudissements pour Paul. Ja, goedag. Pech op de weg. Dat was helemaal niet voorzien, ook voor mij. Dus ja, gisteren heb ik een inspanningtest gedaan met een fiets en vandaag doe ik het met de micro. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? De l'innovation. Et comme vous le savez, elle est un objectif stratégique très important pour l'Europe et aussi pour la Belgique. Dans le cadre notamment de la transition digitale et de la transition verte. Quelle est la position de la Belgique ? On a des indicateurs européens et en particulier le tableau de bord de l'innovation européenne dans lequel la Belgique tire assez bien son épingle du jeu puisqu'elle se classe cinquième. Alors là, la propriété intellectuelle n'est pas un concept abstrait, enfin si, elle est un concept abstrait, mais elle n'est pas que un concept abstrait. Elle est aussi une réalité concrète et elle contribue concrètement à la création et à la pérennisation d'emplois de qualité. Elle permet de développer l'activité économique et de sécuriser les investissements. Alors bon, ça, c'est une chose qu'on répète tout le temps. Mais l'avantage de ce dont on va parler aujourd'hui, c'est qu'on a quand même des éléments de preuve importants. Il y a cette étude qui a été réalisée en 2019
par l'Office européen des brevets, qui a montré un certain nombre de choses. Séverine a dit que les études seront présentées en détail tout à l'heure, mais je pense que ça vaut quand même la peine de retenir quelques highlights. On a 45% de l'ensemble de l'activité économique de l'Union européenne qui est imputable aux secteurs qui font un usage intensif de la propriété intellectuelle. Et ces secteurs ont généré 29,2% de l'ensemble des emplois dans l'Union européenne pour la période 2014-2016. Alors, on voit aussi que 38,9% de l'ensemble des emplois dans l'Union européenne peuvent être attribués directement ou indirectement aux secteurs qui font usage intensif de la propriété intellectuelle. Et en plus, il y a un élément important sur la qualité des emplois. Le salaire ne dit pas tout, mais on voit quand même que les salaires sont nettement plus élevés. Oui, c'est pas 2%, hein, c'est 47% dans les secteurs qui font un usage intensif de la propriété intellectuelle. Ces secteurs ont également représenté la plupart des échanges commerciaux de l'Union européenne avec le reste du monde et ont généré un excédent commercial qui a contribué à maintenir la balance commerciale en équilibre. Alors, il y a eu une autre étude en 2021 qui a été faite par l'Office européen des brevets et le EUIPO, donc qui délivre les marques communautaires, et qui a mis en lumière que les entreprises qui détiennent des droits de propriété intellectuelle ont 20% en plus de revenus par salarié que les entreprises qui n'en détiennent pas. Et les entreprises qui détiennent des droits de propriété intellectuelle payent des salaires en moyenne également plus élevés, comme l'avait déjà démontré l'étude précédente. Mais bon, toutes ces données, évidemment, sont à l'échelle européenne. Alors, on a voulu voir quelle était la position de la Belgique par rapport à ça. Et c'est précisément l'objet de l'étude qui a été effectuée à l'échelle nationale. Par le SPF Économie, c'est une étude qui a été commandée par le SPF Économie, mais aussi par l'Office Benelux de la propriété intellectuelle qui est représenté ici. Que montre cette étude? Bon, là aussi, vous aurez plus d'informations tout à l'heure, mais on a retenu quand même quelques highlights. On a retenu que les entreprises ayant des droits de propriété intellectuelle ont une croissance de l'emploi plus élevée que les entreprises sans propriété intellectuelle. Donc, on constate, on confirme en Belgique ce qu'on a constaté au niveau européen, et que les entreprises avec propriété intellectuelle ont en moyenne une productivité plus élevée que les entreprises sans propriété intellectuelle. Naturellement, au cours de la journée d'études d'aujourd'hui, on pourra apporter, par rapport à ces constats, des données et des nuances plus pertinentes. Donc, c'est l'intérêt de tous les échanges que nous allons avoir et que vous allez avoir. En même temps, c'est aujourd'hui la journée internationale de la propriété intellectuelle et ce n'est pas possible, un jour pareil, de ne pas souligner qu'il y a des progrès importants en ce qui concerne le brevet unitaire qui devrait être disponible fin 2003,
ce qui a été rendu possible par les avancées concernant la juridiction. Ça a été un accouchement très très difficile, mais voilà, le bébé arrive finalement. Et c'est, les avantages de cette réforme sont innombrables. D'abord, on va avoir un guichet unique. On va avoir un système simplifié, on va avoir un système plus efficace et on va avoir une plus grande sécurité juridique. On va notamment arrêter de se faire des procès dans tous les États et des procédures dans tous les États qui amènent parfois des résultats contradictoires et en tout cas toujours des coûts inutiles. Mesdames, Messieurs, Madame la Présidente, vient de parler de la transition numérique et verte. Permettez-moi de m'attarder un instant sur ces enjeux essentiels. En ce qui concerne la transition verte, on note un score de 118,5 dans le tableau de bord européen de l'innovation pour la Belgique. 100 est le score moyen. En regardant les indicateurs sous-jacents, on constate une valeur très élevée de 178,8 pour la productivité des ressources, ce qui est très bon, mais une valeur de seulement 76,4 pour les technologies environnementales. Donc là, il y a sûrement un effort à faire encore. Et en ce qui concerne la transition numérique, je voudrais évoquer l'étude qui est réalisée pour le compte du SPF Économie en matière de transformation digitale des entreprises belges. La digitalisation étant une des priorités européennes, il est primordial que les entreprises issues des secteurs traditionnels soient soutenues dans leur processus de digitalisation. Les plus petites d'entre elles ont pris plus de retard dans ce processus, alors que l'innovation est aujourd'hui un des axes principaux de l'innovation, de la compétitivité, de la croissance pour une entreprise, quelle que soit sa taille. Les technologies digitales ont également une influence profonde sur de nombreux aspects de l'entreprise. Elle servira de base à des conseils pratiques à destination des entreprises qui... pardon, j'ai sauté une phrase là. Donc, les technologies digitales ont également une influence profonde sur de nombreux aspects de l'entreprise, allant de la dynamisation de l'expérience client à l'intensification de l'efficience opérationnelle. L'étude est en voie de finalisation. Elle servira de base à des conseils pratiques à destination des entreprises qui veulent se lancer dans l'e-commerce ou améliorer une activité en ligne. L'étude présentée aujourd'hui couvre la période 2010-2019, mais en attendant, nous disposons déjà de données qui couvrent l'année 2021. Par exemple, on constate en 2021 un record qui a été établi avec 2485 demandes de brevets européens par des entreprises belges. Le domaine principal des demandes de brevets se situe dans le secteur médical et pharmaceutique ainsi que dans la biotechnologie. Fait intéressant, 5 des 10 principaux déposants sont des universités, des centres de recherche, ce qui est plus que dans les autres États membres de l'Organisation européenne des brevets. À l'Office belge des brevets, 1207 demandes de brevets nationaux ont été déposées l'année dernière, dont 799 par des entreprises belges. Cela correspond, par rapport aux années précédentes, à une augmentation importante, même si la proportion de déposants belges diminue. Que peut-on conclure de tous ces chiffres ? Comme mentionné précédemment, je pense que l'enregistrement des droits intellectuels peut offrir une valeur ajoutée pour votre entreprise et pour l'économie belge. La question est donc de savoir comment faire en sorte
que la propriété intellectuelle... C'est le mien qui sonne. Bon. En fait, c'est l'heure où je dois prendre mes médicaments, mais je les ai déjà pris. Je vais peut-être faire quelque chose pour l'arrêter. Bon, ben oui, on parlait de l'industrie pharmaceutique, donc je contribue. Hein. Que peut-on conclure de tous ces chiffres ? Voilà où j'en étais. Comme mentionné précédemment, je pense que l'enregistrement des droits de propriété intellectuelle peut profiter d'une valeur ajoutée pour votre entreprise. La question est de savoir comment faire en sorte que la propriété intellectuelle puisse servir à la fois d'incitation et de récompense à la création et à l'innovation. Deux aspects me semblent importants ici. Premièrement, la question d'un cadre législatif adéquat. Et deuxièmement, la question de l'accessibilité de l'information. Bon, pour le cadre législatif important, vous savez qu'il y a un certain nombre de chantiers, notamment à l'instigation de l'Europe, pour rendre les choses plus accessibles. Et bon, une des critiques qu'on entend souvent, c'est ça coûte cher. Alors, en fait, naturellement, le brevet unitaire va avoir un effet de diminution des coûts. C'est d'ailleurs un de ses objectifs principaux. Au niveau européen, au niveau belge, pardon, on a fait un effort important pour l'accessibilité des brevets belges qu'on peut obtenir le dépôt plus la recherche pour moins de 500 euros, ce qui n'est pas insurmontable même pour une PME. En ce qui concerne la marque Benelux, on peut l'obtenir pour 10 ans pour 244 euros, ce qui est également accessible. Donc ne croyez surtout pas que la propriété intellectuelle ne concerne que les grandes entreprises. Un deuxième aspect important est l'accessibilité de l'information. Et ça fait tellement plaisir de voir que c'est un domaine où il y a une très bonne coopération entre les régions et le fédéral, et que grâce à ça, chacun dans son rôle, dans le respect mutuel, on arrive à fournir un service de qualité et un service qui rencontre un grand succès. J'espère que les échanges d'aujourd'hui seront fructueux et surtout, j'espère que vous créerez, protégerez et contribuerez au développement futur de l'économie belge et européenne. Je vous remercie. Heel hartelijk dank, Paul-Laurent, voor deze onverwachte inspanning. Fantastisch, dank u wel. Ja, hij mag nog eens een applaus krijgen. Het doel van deze studiedag, dames en heren, is in de eerste plaats u toch wel de resultaten tonen van die studie die al een paar keer is vernoemd. Een onderzoek uitgevoerd door de KU Leuven en Idea Consult in opdracht van de FOD Economie en het BOIP, het Benelux Office for Intellectual Property. Een econometrische analyse. En zoals u het al hoorde, niet toevallig vandaag, want het is 26 april en die dag is uitgeroepen tot Internationale Werelddag van de Intellectuele Eigendom. Mais pourquoi une étude économétrique sur l'utilisation de la propriété intellectuelle en Belgique? Eh bien, Hugues de Rheym, directeur général adjoint de l'enregistrement et affaires juridiques chez BOIP, vous expliquera tout à ce sujet. Thank you.
Dank u wel. Ik was bang dat mijn toespraak misschien te lang zou zijn. Ik kan de eerste lijn meteen schrappen. Monsieur le vice-premier ministre, ce n'est plus d'actualité. Je passe tout de suite à la deuxième ligne. Madame la présidente, mesdames et messieurs, en ce 26 avril 2022, nous sommes, et je dis nous, le SPF Économie et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, extrêmement ravis et honorés de votre présence ici, physiquement ou online, derrière un écran. Et comme cela vient d'être dit, le choix de la date n'est pas un hasard. Nous célébrons effectivement aujourd'hui la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Alors, ça a été dit, la propriété intellectuelle, c'est effectivement parfois abstrait. On espère de temps en temps concret. C'est en tout cas un arsenal juridique assez complexe. Et pour certains, même un peu rébarbatif, parce qu'il comprend beaucoup de choses et ce n'est pas toujours évident d'y trouver son chemin. Alors, avant d'aborder le vif du sujet, enfin le vif de mon sujet, c'est-à-dire les raisons de cette étude économétrique que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui, je voulais réfléchir avec vous au sens, à l'objet, à la raison d'être de la propriété intellectuelle. Parce qu'effectivement, elle est considérée comme rébarbative par certains, très complexe, parfois trop chère, beaucoup de préjugés négatifs à son égard, et comme vient de le dire M. Laurent, des préjugés qui sont parfois erronés. À l'origine, la propriété intellectuelle, elle veut d'abord protéger les fruits de l'ingéniosité humaine, et bien souvent elle le fait à travers l'idée de monopole. Elle veut aussi récompenser les efforts fournis, et cela sous-tend bien souvent une logique économique. Mais on est en droit de se demander si aujourd'hui l'idée d'une protection et d'une récompense à travers des droits monopolistiques, est-ce que aujourd'hui, à l'heure de l'économie du partage, de l'économie collaborative ou l'économie ouverte, est-ce que c'est encore d'actualité? Je conçois ce que la question a de provocant venant d'un représentant d'un office de propriété intellectuelle. Et je vous avoue que je ne boude pas mon plaisir parce que je vous la pose pour avoir le plaisir de vous dire oui. Oui, évidemment, ce système de propriété intellectuelle est encore d'actualité et il est encore tout à fait pertinent. Et je veux partager avec vous trois observations pour tenter de vous en convaincre. La première, innovation, effectivement. Nous sortons péniblement d'une crise sanitaire sans précédent et nous réalisons, je pense, plus que jamais, cette exigence d'innover encore et toujours. La crise Covid a, de manière très soudaine, fait converger l'attention des inventeurs et des créateurs sur des besoins nouveaux. Bien évidemment, les besoins médicaux pour tenter de nous mettre à l'abri du virus, mais aussi des besoins tout à fait spécifiques que nous n'avions pas soupçonnés quelques mois auparavant. Nous avons, par exemple, tous rapidement appris et pu travailler à la maison ou à distance à travers des outils nouveaux. Les contingences du confinement ont aussi fait émerger de nouveaux produits et de nouveaux services que nous ne soupçonnions pas quelques mois auparavant. Dans une certaine mesure, l'innovation nous a tirés d'affaires. Cette innovation aurait-elle été possible sans la propriété intellectuelle? À mon sens, non. Ce lien entre innovation et propriété intellectuelle, je pense que chez chacun d'entre nous, il est intuitivement facile quand on parle des brevets. On innove, on a l'idée effectivement d'une invention, d'une nouveauté, et donc on pense aux brevets. Intuitivement, ce lien est peut-être moins évident avec d'autres aspects de la propriété intellectuelle, par exemple les marques. Or, des études ont justement montré, notamment une étude aux Pays-Bas, ont montré ce lien évident qui existe entre, par exemple, le processus de dépôt de marque, cette démarche de l'entrepreneur au moment où il introduit un dépôt de marque, et un processus d'innovation, à tout le moins dans sa perception. Alors, il y a tout juste quelques jours, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle dont nous célébrons la journée mondiale aujourd'hui, publie un rapport sur la trajectoire de l'innovation. Je vous invite à aller le voir sur le site de l'OMPI. Le constat de départ sonne comme une alarme. On nous dit, alors que l'innovation humaine est inévitable, ses résultats le sont beaucoup moins. Et il y a quelque part une urgence, c'est pas moi qui parle, nous disent les experts de l'OMPI, une urgence non seulement à stimuler l'innovation, mais surtout à l'orienter
parce que cette innovation, elle doit aujourd'hui se mettre au service des défis de nos sociétés, des défis technologiques certainement, mais bien plus encore des défis environnementaux, sanitaires ou sociaux. Et c'est là, certainement, qu'une politique de propriété intellectuelle peut faire la différence. Premier point, innovation. Deuxième point, évolution. La propriété intellectuelle n'est pas figée, c'est un arsenal juridique et on dit souvent que les juristes ne sont pas les plus grands innovateurs, je parle en connaissance de cause, mais malgré tout c'est une matière qui évolue. Monsieur Laurent l'a mentionné, l'avènement, et Madame Waterblay aussi, l'avènement du brevet unitaire, un accouchement qui fut effectivement difficile mais qui ouvre des perspectives tout à fait nouvelles. La réglementation sur le secret d'affaires, la réforme du droit d'auteur, la réforme du droit des marques, la réforme à venir des dessins et modèles, il se passe beaucoup de choses en propriété intellectuelle. Et je dirais que même plus fondamentalement, c'est un arsenal qui évolue vers des droits qui étaient absolus, l'idée de propriété, elle vient de droits absolus, et elle évolue vers des droits fonctionnels. Il y a de nombreux exemples qui indiquent qu'aujourd'hui, la propriété intellectuelle, c'est juste une boîte à outils qui permet d'atteindre un certain nombre d'objectifs sans dogme. Il s'agit de protéger, certainement, mais certainement pas de bloquer le marché. Pensons par exemple à la réglementation des biens en transit. Il s'agit de récompenser, mais de manière juste. Il s'agit de promouvoir les transferts de connaissances, d'intégrer les avancées des nouvelles technologies, pensons à l'impression 3D, d'éradiquer évidemment des pratiques indésirables, mais aussi de façonner une société plus responsable. Pensons par exemple à la réglementation sur les emballages des produits du tabac. Bref, des droits qui servent un but bien précis dans la société. Innovation, évolution, troisième aspect, la mesure. Nous pouvons disserter longtemps, mais de temps en temps, il faut faire parler les chiffres. Et M. Laurent m'a précédé en citant cette excellente étude de l'OEB et de l'UIPO. Effectivement, 45% du produit intérieur brut de l'Union européenne provient d'industries faisant un usage intensif de la propriété intellectuelle. C'est colossal. Là aussi, c'est parfois peut-être un peu contre-intuitif, parce que si on regarde dans les détails, on constate par exemple que, étonnamment peut-être, ce sont les marques qui génèrent la plus grande partie de ce pourcentage du PIB. 37% du PIB de l'Union européenne serait généré par des industries faisant un usage intensif des marques. Et 30% de la main-d'œuvre. Alors je résume ces trois observations. Oui, l'innovation est indispensable et la propriété intellectuelle est son aiguillon indispensable. Oui, la propriété intellectuelle évolue vers des droits fonctionnels pour servir des objectifs sociétaux que nous reconnaissons. Et oui, les résultats sont tangibles et chiffrés. Et une bonne part de notre économie s'effondrerait ou serait en tout cas fragilisée si nous n'avions plus demain l'arsenal de la propriété intellectuelle. Alors j'y ajoute encore un point. Dans une certaine mesure, cette propriété intellectuelle est un miroir ou un révélateur de notre économie. Il y a une corrélation, effectivement, entre l'état, la conjoncture économique et le volume, les demandes de droits intellectuels, que ce soit des brevets, des marques, des modèles ou dans une certaine mesure des obtentions végétales. Dans les situations de conjoncture positive, ces demandes évoluent en général. Alors, de manière assez exceptionnelle, on a constaté pendant la crise Covid, alors que l'économie était plutôt mise au ralenti, une recrudescence des dépôts de propriété intellectuelle, de demandes de propriété intellectuelle. Effectivement, ça a été mentionné au niveau des brevets européens venant de Belgique et des demandes de brevets belges. Nous avons également vu cette évolution à l'Office Benelux, plus 17% de demandes de marques sur la seule année 2021. Oui, bij de faute économie en bij het benieuwsbureau van intellectuele eigendom zijn daarvan overtuigd. Gelukkig. Wij zijn ervan overtuigd dat elke dag intellectuele eigendom beter gepromoot, uitgelegd moet worden bij de economische actor. En op dit punt, laten we eerlijk zijn, er is misschien wat werk aan de winkel. Volgens een studie van het UIPO, een andere studie, heel snel een ander cijfer, bedroeg de penetratiegraad van intellectuele eigendom in de bedrijven van de Europese Unie slechts 9%. 9%? Dan blijft er nog 91% over van die bedrijven die om een of andere reden
de voordelen van intellectueel eigendom ongebruikt of onbenut laten. Uiteraard zijn er belangrijke nuances te vinden in die cijfers, maar hoe dan ook, deze studie bevestigt dat IE, intellectueel eigendom, te weinig wordt gebruikt. Wanneer we daarentegen weten dat bedrijven die gebruik maken van intellectueel eigendom, en in het bijzonder die bedrijven die verschillende IE-rechten combineren, een aanzienlijk hefboom-effect in termen van groei kunnen zien, kunnen we ook constateren dat er een belangrijke leemte is die moet worden opgevuld. Waarom wordt IE chronisch onderbenut? Ja, zoals wij alle drie, mevrouw Waterblee, meneer Laurent en mezelf hebben gezegd, een aantal vooroordelen. Het is complex, het is duur, het is ook ontoegankelijk voor KMO's. Afgezien van het feit dat deze voordelen vaak onjuist zijn, inderdaad, is het toch de moeite waard om naar de specifieke situatie in België te kijken. In de eerste plaats moet opgemerkt worden dat intellectueel eigendom reeds lang de aandacht van de Belgische overheid heeft. En wij kunnen trots zijn op het feit dat wij in België een sterk en duurzaam IE-systeem hebben. Allang, zei ik, want na de Tweede Wereldoorlog al, hebben de regeringen van de drie Benelux-landen het idee gehad van een uniek, ondeelbaar IE-titel. En zo is het Benelux-merk ontstaan, een inspiratiebron voor het EU-merk dat pas 25 jaar later is ontstaan. Het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom, dat ik het genoeg heb te vertegenwoordigen vandaag, is een kleine internationale organisatie, gevestigd in Den Haag, verantwoordelijk voor het registreren van merken en modellen. Wij bieden ook een e-depotdienst bijvoorbeeld voor het vastleggen van bedrijfsgeheimen. Een van de officiële taken van BOIP, volgens het Engels acroniem, is het promoten van merk- en modelbescherming op het Benelux-territorium. Maar zo'n taak, zo'n eindeloze en delicate taak, willen we, moeten we, kunnen we natuurlijk niet alleen doen. Op dat gebied werken we intensief samen met de FOD-economie. Het is onze taak, samen, om de ondernemingen in de Benelux bewust te maken van de aantrekkingskracht van intellectueel eigendom. Waarom doen we dat samen? Ja, aan de ene kant is de FOD verantwoordelijk voor het IE-beleid en voor octrooien, auteursrechten en een aantal andere taken, eigenlijk alles wat niet aan BOIP is toegewezen. Maar wanneer het erop aankomt IE aan bedrijven uit te leggen en te promoten, is het belangrijk ook dat wij met één stem spreken, dat wij een begrijpelijke boodschap ventileren, FOD en BOIP samen, idealiter zelfs met andere instanties, Vlaio, Soalfin en andere spelers, zodat IE als een pakket, een toolbox, een gereedschapskist wordt gepresenteerd. Een toolbox waarin ondernemers kunnen putten naar gelang hun eigen businessbehoeften. Een laatste punt. Bij bewustmakingsactie in zaken intellectueel eigendom moet bijzondere aandacht worden besteed aan KMO's. Ik bespaar u de statistiek over het belang van KMO's, kennen jullie al. Maar wat bijzonder is, is dat het kennisniveau en de ervaring van KMO's, van kleine en middelbare ondernemingen, op het gebied van intellectueel eigendom vaak uiterst laag is of zelfs soms helemaal onbestaan. Sinds enkele jaren dus werken de FOD-economie en BOIP intensief samen om intellectueel eigendom uit te leggen. Sensibiliseringscampagne, het bouwen van nieuwe tools, en straks gaat u inderdaad een nieuwe tool ontdekken dat we samen met een aantal andere partners hebben gebouwd. Wij doen ons best en wij staan natuurlijk niet alleen. Ook de Europese Commissie heeft een zogenoemd actieplan in zaken intellectueel eigendom om het herstel en de veerkracht van de EU te ondersteunen aangenomen in november 2020. En ook in dit plan is de bewustmaking van KMO's een belangrijk aandachtspunt. Wat wij in België hebben gezien, is dat het ondernemerslandschap zeer divers is. Kwestie van
die eken is natuurlijk, maar ook van grootte van de ondernemer, ondernemingen. Leeftijd, sectoren, lokalisatie. Er zijn heel veel parameters. Ik ben geen communicatiedeskundige, maar iedere communicatiedeskundige zou u vertellen dat in zo'n situatie een segmentering noodzakelijk is. De boodschap aanpassen, de communicatiekanalen aanpassen, dan hebben we een goede kans dat IE begrijpelijk wordt. Dat is eigenlijk de eerste ambitie met onze econometrische studie. De markt in België en het gebruik van intellectueel eigendom in België beter identificeren en aankaarten op een objectieve manier. Veel cijfers dus. Die studie is inderdaad op verzoek van de Voteconomie en BOIP samen aan het team van de Katholieke Universiteit Leuven en Idea Consult gegeven. En we hebben het rapport een paar maanden geleden ontdekt. Hierbij wil ik het team van professor Van Looy, met name Julie Callard, Laura Le Cluis, hartelijk bedanken voor het harde werk en de kwaliteit van het onderzoek. U gaat nu de resultaten horen, maar wat ik belangrijk wil benadrukken vandaag is wat wij belangrijk vinden bij de Voteconomie en het Beneluxbureau is het aankaarten, het in kaart brengen van het gebruik van IE op een objectieve manier. Want wat wij willen doen met al die gegevens is eigenlijk de gemeenschappelijke kenmerken van IE-gebruikers identificeren. En op die basis gaan wij alle bedrijven die dezelfde kenmerken vertonen kunnen aanduiden en een op maat, tailor-made, communicatie kunnen uitvoeren. Dit in kaart brengen van het IE-gebruik in België is ook de gelegenheid geweest om een aantal voordelen van IE te belichten. Maar weer op een gekwantificeerde, objectief, wetenschappelijke manier. Voilà, j'espère vous avoir mis l'eau à la bouche. Je pense pouvoir céder sans plus attendre la parole à l'équipe de la KUL. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation. Hartelijk dank, Hugues de Rême. Alors, il est temps de s'intéresser de près à cette étude réalisée par les chercheurs de la KU Leuven et d'IDEA Consult. N'oubliez pas non plus, mesdames et messieurs, qu'après la présentation et le débat qui va suivre, vous pouvez également poser vos questions. Donc, n'hésitez pas, mesdames et messieurs, chez vous, de les envoyer via le chat. Ik stel u dan ook heel graag voor aan onze twee onderzoeksters. Julie Callard, Senior Research Expert bij ECOM aan de KU Leuven. En Laura Le Cluize, Consultant Innovatie, Competitiviteit en Duurzaamheid bij IDEA Consult. Alsjeblieft. Goedemorgen iedereen. Vandaag stel ik samen met jullie inderdaad graag de studie voor de econometrische analyse van het gebruik van systemen ter bescherming van intellectueel eigendom in België. Ik ga eerst even kijken hoe ik naar de volgende slide ga. Nee, dat... ja, dit? Ah. Oké. Hier ziet u even de agenda van deze presentatie. Ik zal eerst kort iets zeggen over de context en de doelen van deze studie. En zal ook kort de methodologie van deze studie toelichten. En dan zal Julie dieper ingaan op de resultaten en de conclusies. Nu, aangezien de context zojuist al heel mooi geschetst is, zal ik hier heel snel overgaan. Inderdaad, de FOT-economie en het BOIP heeft ons gevraagd om het landschap van bedrijven of ondernemingen met IER in België in kaart te brengen en hierbij voornamelijk ook te focussen op de KMO's. En dit hebben wij dan ook gedaan. We zijn dan ook eens gaan kijken naar de performantie van ondernemingen in België met IER.
En uiteraard, dit is zeer belangrijk in eventueel het ontwerpen van een aanpak om bedrijven en KMO's in België te gaan sensibiliseren naar het gebruik van intellectueel eigendomsrechten. En inderdaad, hier zie je kort even ons consortium. Dus enerzijds hebben we Julie Callaert en Bart van Looy van Incentium. En Incentium heeft een ruime ervaring in het gebruik van intellectuele eigendomsdata en heeft al veel expertise in onderzoeksprojecten hieromtrent. En dan hadden we ook Isabel de Volderen en mezelf van Idea Consult. En Idea Consult voert beleidsrelevant onderzoek en vertaalt economische analyses naar beleidsadvies. Dus dan zal ik kort even de methodologie toelichten. Dus de eerste fase van ons onderzoek was eigenlijk het ontwerpen van een dataplatform. Hierbij was het de bedoeling om enerzijds in kaart te brengen welke bedrijven IER of intellectueel eigendomsrechten hebben en anderzijds deze bedrijven te gaan linken aan de bedrijfs- en financiële data nu. Dat was echter geen evidentie, aangezien er geen dergelijke datasets bestaan. En we hebben ook verschillende stappen moeten ondernemen om dan tot deze dataset te komen. De eerste subfase in dit onderzoek was dus eigenlijk om een geharmoniseerde database te gaan ontwikkelen die het gedrag van Belgische ondernemingen in zaken intellectueel eigendomsrecht in kaart brengt. En in deze studie hebben we gefocust op 4 vormen van intellectueel eigendomsrecht, namelijk modellen, merken, octrooien en kwekersrechten. En hierbij was het dus de bedoeling om eigenlijk een dataset te gaan ontwerpen waarbij elke Belgische onderneming die minstens 1 van deze 4 vormen van intellectueel eigendomsrecht heeft verkregen in de periode van 2010 tot 2019 op te nemen in de dataset. En hiervoor hebben wij beroep gedaan op verschillende databronnen, bijvoorbeeld Padstad of EUIPO. Maar zoals je op de slide kan zien, is er natuurlijk een grote overlap tussen de IER-aanvragers. Eén Belgische onderneming kan meerdere vormen van IER aanvragen en kan dus in verschillende databases voorkomen. Daarom was het dus nog belangrijk dat wij die data in al deze verschillende databases gingen gaan integreren, zodat elke onderneming precies 1 keer voorkwam in de dataset. Aangezien ook Incentium hier al veel ervaring in had, is dat dan uiteindelijk gelukt. En dan de tweede subfase was dus eigenlijk om deze IER-dataset te gaan koppelen aan bedrijfs- en financiële data. En hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van Belfirst, een database gemanaged door Moody Analytics die dergelijke informatie bevat voor Belgische ondernemingen. Nu, deze matching zeg maar, was eigenlijk weer niet echt evident, aangezien in Belfirst bedrijven uniek geïdentificeerd worden op basis van het BTW-nummer, terwijl we in deze IER-databases geen ondernemingsnummers hadden. Dus hier hebben we deze 2 databases gekoppeld aan de hand van bedrijfsnaam. Maar aangezien deze natuurlijk niet uniek is, hebben we ook moeten gebruik maken van de adresgegevens van de bedrijven om zeker te zijn dat deze match correct gebeurd was. En op die manier hebben we 80% van de, of ongeveer 80% van de ondernemingen met IER kunnen matchen aan de correcte bedrijfs- en financiële gegevens. En als we dan deze 2 stapjes hebben overlopen, dan kwamen we inderdaad tot een dataplatform van ongeveer van meer dan 15.000 Belgische ondernemingen die IER-rechten verkregen hebben tussen 2010 en 2019. En hier op de slide zie je dan een kleine samenvatting van de meest belangrijke variabelen die we hebben opgenomen. Aan de linkerkant ziet u de IER-gerelateerde variabelen. Hier hebben we dus bijvoorbeeld per Belgische onderneming het aantal merken rechtsgeldig in de Benelux, het aantal merken rechtsgeldig in Europa enzovoort. En aan de andere kant hebben we dan gebaseerd op onze Belfirst financiële data enkele andere bedrijfsvariabelen, zoals bijvoorbeeld grote klassificatie en leeftijd. En hier ziet u een klein extract van hoe deze database eruit ziet.
Oké, dus dan hebben we het dataplatform ontwikkeld. En dat was natuurlijk de tweede fase om onze econometrische analyses te gaan uitvoeren. Hiervoor hebben we eigenlijk eerst een typologie gemaakt van IER-actieve bedrijven die op basis van hun IER-profiel. Dus Julie zal daar straks zeker meer uitleg over geven. En dan in de tweede stap zijn we dus effectief naar onze econometrische analyses begonnen. En hiervoor hebben wij enkele extra bedrijfsvariabelen gecreëerd. Bijvoorbeeld productiviteit of de bruto toegevoegde waarde van een onderneming per werknemer. En groei in werkgelegenheid. En we hebben een heel arsenaal van verschillende analyses gedaan, uiteraard. Maar belangrijk voor deze presentatie is dat we gekeken hebben naar de relatie tussen de grootte van een onderneming en hun IER-profiel. We hebben verder ook gekeken naar de invloed van het IER-profiel dat een onderneming heeft op zijn performantie. En telkens bij alle analyses hebben wij ook gekeken naar de KMO's apart bijvoorbeeld, of hebben we gaan kijken naar het verschil tussen KMO's en grote bedrijven in onze dataset. Zo, dat was de korte methodologie. Dan geef ik graag het woord aan Julie voor de resultaten. Oké, bedankt Laura voor de iets meer technische uitleg. Ik ga jullie dus inderdaad meenemen naar het resultaatsectie van het rapport. Ik ga dat omwille van de tijd onder andere in vogelvlucht moeten doen. Er zijn enorm veel analyses gebeurd, enorm veel resultaten, enorm veel mogelijke interpretaties, nuances, maar daar is later ook ruimte voor. Dus ik ga in vogelvlucht eigenlijk de belangrijkste resultaten beschrijven. Ik ga dat in twee delen doen, zoals aangekondigd. Eerst een kort profiel schetsen van het Belgische IER-landschap. Wie zijn de bedrijven, welke soorten IER worden er gehouden en dergelijke. En dan eigenlijk het misschien nog het meest boeiende deel, vonden wij, de hefboom-effecten van IER binnen deze Belgische bedrijven of binnen deze Belgische economie. Deel 1, als we gaan kijken, eigenlijk een beetje een helikopterview gaan nemen. Er zijn meer details in het rapport. Naar het profiel van Belgische bedrijven die actief zijn in intellectuele eigendomsrechten, dan zien we om te beginnen dat 84% van deze IE-houders zijn KMO's. Ten opzichte van 16% zijn grote bedrijven. Voor een stuk is die overrepresentatie van KMO's natuurlijk een reflectie van het overwicht van KMO's in het Belgische bedrijfslandschap uiteraard. Maar het is iets minder uitgesproken. KMO's maken een 98% à 99% uit van Belgische bedrijven. Dus als je dan ziet, 84 ten opzichte van 16 is een beetje een andere proportie. Verder ook, als we dan gaan kijken naar het aantal IER-rechten die gehouden wordt per bedrijf, eigenlijk naar die individuele portfolio's van die twee groepen, dan zien we natuurlijk een duidelijk verschil. Dat hoeft niet te verwonderen dat, en meer bepaald in onze dataset, KMO's hebben een gemiddeld aantal intellectuele eigendomsrechten van 3 per individuele portfolio, vergeleken met een 22 gemiddeld intellectuele eigendomsrechten bij die kleinere groep van grote bedrijven. Dus hoewel de KMO's een zeer groter deel van de Belgische IER-houders representeren, zijn hun portfolio's natuurlijk beduidend kleiner. En dat komt erop neer, dat wordt kort berekend, dat als je dan kijkt naar alle IER-rechten in België, je gooit die allemaal op een hoop, dan zien we dat er 40% daarvan aan KMO's toebehoren, pakweg, en 60% aan grote bedrijven. Gaan we dan eens wat meer kijken inderdaad naar die individuele portefeuilles bij KMO's en bij grote bedrijven en meer bepaald in termen van wat is de schaal en wat is de scope. Dus schaal is hoeveel rechten hebben ze, scope is hoeveel verschillende soorten rechten hebben ze. Dan zien we eigenlijk ook dat die portefeuilles redelijk bescheiden zijn. Op de linkerfiguur kan je zien dat meer dan 50% van de bedrijven, dus meer dan de helft van de bedrijven met IER in België, wel te verstaan, hebben maar één stuk. Dus die hebben één patent, één trademark, slechts één stuk.
We hebben daar het onderscheid natuurlijk opnieuw tussen KMO's en grote bedrijven. Wat we zien, meer dan 50% van KMO's heeft slechts één vorm of één stuk IER. Meestal zijn dat trademarks, gaan we zelfs ook zien. Bij de grote bedrijven zien we dat dat een beetje beter verdeeld is. Dus er toch ook een 24%, dus een klein kwart, die meer dan 10 gaan bezitten. Dus het feit dat men heel kleine portefeuilles heeft, dus maar één, dat is minder uitgesproken bij de grote bedrijven dan bij de KMO's. Maar ook in termen van de scope van die van de intellectuele eigendomsportefeuille. Dus hoeveel soorten hebben ze? En we rekenen met 4, dat hebben we daarnet uitgelegd. Dus octrooien, merken, modellen en kwekersrechten. Dan zien we dat ook heel uitgesproken, dat ook in termen van scope, dat die portefeuilles zeer bescheiden zijn, laat ons zeggen. Meer dan 90% van de Belgische intellectuele eigendomshouders heeft slechts één vorm. Dus doet maar beroep op één vorm van intellectuele eigendomsrechten. En we zien dan opnieuw dat dat voor KMO's meer uitgesproken is. Bij grote bedrijven zien we dat toch een kwart beroep doet op meer dan één vorm van intellectuele eigendomsrechten. Als we dan ook eens gaan kijken in welke soorten dat het dan juist betreft, dan zien we, als we de helikopterview opnieuw nemen, een enorm groot overwicht van merken in het Belgische IER-landschap. We zijn eens gaan kijken, dus we hebben al de bedrijven die minstens één vorm van IER hebben. Binnen die set van bedrijven is er 90%, dus dat is bijna allemaal, 90%, die hebben een trademark, minstens één merk, dus één merkenrecht. Voor octrooien is dat 17%. Dat is niet triviaal, maar dat is ten opzichte van die merken is dat wel een veel kleiner percentage. En modellenrechten, dat zijn er 7%. En die kwekersrechten, dat was echt een heel klein. Allee, dat is eigenlijk 0% afgerond. Die zijn zeer ongerepresenteerd. Als we dan ook gaan kijken naar het overwicht van die KMO's waarover ik daar straks sprak. 84% van de Belgische IER-houders zijn KMO's. De sterkte van dat overwicht verschilt ook naar gelang de vorm van het intellectueel eigendomsrecht. Het overwicht van KMO's is het meest uitgesproken bij de merken. Je ziet daar 84% inderdaad, KMO's. Zit in die merken. Als we dan gaan kijken naar de houders van octrooien bijvoorbeeld, dat is dan de andere kant, dan zien we toch dat er 71% KMO's zijn, wat wil zeggen dat er toch een kleine 30% van de Belgische houders van minstens één octrooi wel een groot bedrijf is. Dus het overwicht van KMO's binnen de houders van Belgische intellectuele eigendomsrechten is het meest uitgesproken bij merken, het minst uitgesproken bij octrooien. Wilt u zeggen dat de rol van grote bedrijven binnen het octrooigebeuren toch iets groter is, relatief allemaal. En dan zijn we ook eens gaan kijken naar eigenlijk de validiteit, dus de rechtsvaliditeit. Welke bescherming zoeken ze? En dan zien we eigenlijk weer een duidelijk verschil met die merken. Daar zien we dat pakweg 63% van de merken die genomen worden, die hebben een lokaal karakter. Lokaal, van Benelux dus. Hè. Dus die blijven binnen de Benelux. Ten opzichte van, een kleine 40% hebben een internationale scope qua rechtsgeldigheid. Internationaal, daarmee bedoelen we dan Europees. Dat is bij merken een duidelijk overwicht van de meer nationale of Benelux, zullen we zeggen. En bij de andere vormen, dus bij de octrooien, bij de modellen en bij de kwekersrechten, zien we eigenlijk het omgekeerde en ook nog veel meer uitgesproken. Dus daar is een duidelijke aanwezigheid van die internationale oriëntatie. Dus de bedrijven die aan octrooien doen, die aan modellen doen, kwekersrechten, die doen dat duidelijk veel meer op internationaal niveau. Terwijl men bij de merken toch wel sterker die lokale focus heeft. En dan misschien om dit af te ronden, daar staat in het rapport nogal veel technische uitleg bij ook, maar om het wat bevattelijk te maken en we hebben locaties bekeken, we hebben sectoren bekeken, we hebben leeftijden bekeken, we hebben performantie en alles bekeken. Om dat een beetje bevattelijk te maken, ik dacht dat is misschien handig om mee te geven, ook omdat we het in de
komende analyses voor een stuk gebruiken, zijn we een clustering gaan doen. We hebben zoveel soorten, we hebben zoveel bedrijven, dus we zijn een clustering gaan doen, een hiërarchische clusteringmethode gaan doen, die eigenlijk bottom-up is gebeurd, waarbij we binnen heel die dataset zijn gaan kijken, vinden we nu clusters van bedrijven die een gelijkaardige portfolio aan intellectuele eigendomsrechten hebben. Met portfolio bedoel ik in deze clusteranalyse, dat is misschien belangrijk om te weten, kijken we enkel naar scope. Dat wil zeggen de constellatie van hun portefeuilles in termen van de vormen van IER die gebruikt worden, al dan niet in combinatie of alleen, maar kijken we niet naar het volume. Dus we kijken niet hoeveel ze er hebben, enkel welke ze hebben. Een voorwaarde voor de clusters was eigenlijk dat één cluster moet voldoende groot zijn om daar significante en zinvolle statistische analyses mee te kunnen doen en om daar iets over te kunnen zeggen. En anderzijds wilden we er ook voor zorgen dat de clusters onderling, qua wat ze inhouden, voldoende afgescheiden zijn en mutueel exclusief zijn natuurlijk. Vanuit die clustering hebben we 5 clusters geïdentificeerd binnen het landschap van Belgische IE-houders. De grootste cluster, 55%, dus meer dan de helft van de Belgische IER-houders, valt binnen de cluster van de nationale merken. Dus Benelux-merken wil dat zeggen. Dus dat zijn bedrijven die uitsluitend merken hebben. We hebben gezien dat zijn er een heel wat, dat waren er 90. En die daarboven ook uitsluitend die Benelux-oriëntering hebben. Die dus niks van internationale rechtsgeldigheid zoeken. 55%. Zoals ik zei, we hebben gekeken naar regio's, we hebben gekeken naar sectoren, naar leeftijd. En ja, je kunt dat allemaal gaan in kaart brengen met heel veel grafieken. Maar als we kijken naar het stereotype bedrijf, ik ben nu heel kort door de bocht aan het gaan. Ik ben het heel gestileerd aan het voorstellen. Het gemiddelde bedrijf in deze cluster van enkel nationale merken is eigenlijk een micro-onderneming. Die relatief jong is ten opzichte van de rest, 18 jaar, ten opzichte van de rest is dat relatief jong, die in Antwerpen gevestigd is, zo zijn er overigens behoorlijk wat, en die binnen de commerciële en dienstensector zit. Dat is het gemiddelde bedrijf dat enkel nationale merken heeft. Een tweede cluster, niet onklein, bijna een kwart van de Belgische bedrijven die IER hebben, vallen dan binnen de cluster van wat we noemen de internationale merken. Dus dat zijn bedrijven die minstens één merk hebben met een internationale rechtsgeldigheid. Het kan zijn dat ze dat combineren overigens met een Benelux-merk. Maar die hebben dus ook enkel merken. Dus ook maar één vorm. 23%. En als we daar een beetje naar het gemiddelde bedrijf binnen die cluster gaan kijken, dat zijn ook micro-ondernemingen, ietsjes ouder, 22 jaar, opnieuw actief in Antwerpen, binnen de commerciële sector. Maar hier zien we dan ook een inschuif van de ICT-sector komen. Dus internationale merken, daar is de ICT-sector iets meer gerepresenteerd ook. Dan een derde cluster. Dat is een cluster van bedrijven die merken en octrooien combineren. Deze cluster is eigenlijk van belang. Ten eerste omdat ze dus echt wel die scope hebben, die misschien iets zeldzamer is. En wat we hier ook zien, is dat de grote bedrijven hier sterker gerepresenteerd zijn. Hier zien we dus wel dat als de grote bedrijven aan intellectueel eigendom doen, zitten ze vaak binnen deze cluster. Ze zijn 24 jaar opnieuw Antwerpen, Oost-Vlaanderen, binnen de industriële sector. Dus van het moment dat er octrooien komen, komen we natuurlijk meer in de industriële sector. En dan hebben we een cluster met enkel octrooien. Ook Antwerpen, Oost-Vlaanderen, en die zitten dan meer binnen de wetenschappelijke en technische sector. Dus als men enkel octrooien heeft, geen merken. En dan tenslotte is er een clustertje, maar niet onbelangrijk. En ze gedragen zich telkens ook wel anders. Dat is een clustertje van bedrijven die modellenrechten hebben. Dat zijn eigenlijk de oudste bedrijven. Dat was toch wel opvallend dat die een stuk ouder waren dan de anderen. Antwerpen, West-Vlaanderen en actief in de industriële commerciële sector. Dus die clusters geven een beetje het beeld van welke soorten bedrijven qua IP-profiel zijn er. En die gebruiken we ook later in de analyses om te kijken of bepaalde relaties en dynamieken verschillen tussen die verschillende soorten van clusters. Ik denk dat ik me ga moeten haasten voor de hefboom-effecten. Dat is eigenlijk, ik zeg het, voor ons het interessantste.
Dus wat doen we hier? We gaan kijken naar wat is het effect van het hebben of niet van IER of van de soorten van IER op bedrijfsperformantie, op economische performantie. Laura heeft al toegelicht in termen van groei en in termen van productiviteit gaan we kijken. Groei in werknemers, productiviteit, bruto toegevoegde waarde per werknemer op bedrijfsniveau. En we gaan in het bijzonder ook kijken naar hoe dat zit bij KMO's, gezien ook het doel van de studie voor een stuk. We doen dat met twee insteken. In een eerste stuk gaan we kijken wat is nu eigenlijk het netto-effect van het al dan niet hebben van intellectuele eigendom. Dat is gewoon een 0-1. Wat is het effect van die 0-1? Los van schaalscope. Dus we gaan eigenlijk een 0-1 vergelijking doen. En in een tweede stuk gaan we dan kijken als er intellectuele eigendomsrechten genomen worden, dus binnen die bedrijven die het wel doen, is er dan nog een extra hefboom-effect van een zekere schaal of scope in uw portefeuille? Ja, veel cijfertjes was er gezegd. Ik kon er niet omheen. Ik heb het proberen te vermijden. Maar dus dit is een van die overzichtstabellen. Dus wat dat we hier hebben gedaan, is we hebben onze intellectuele eigendomhouders in België genomen. En we hebben in de dataset, in de financiële dataset, zijn we gaan zoeken naar, laten we zeggen, tweelingbroertjes of zusjes. Die dezelfde sector hebben, dezelfde leeftijd, dezelfde karakteristieken op de meeste gebieden, maar die geen intellectuele eigendomsrechten hebben. Dus we hebben eigenlijk paartjes gemaakt, hè, die volledig op elkaar lijken op het feit nadat de ene wel intellectuele eigendomsrechten heeft, de andere niet. En die zijn we gaan vergelijken met een heleboel regressiemodellen, een heleboel tabellen. Ik probeer die hier samen te vatten. Dat ziet er zelfs geen samenvatting uit. Maar wat belangrijk is om te weten, is dat die coëfficiënten die daar in die eerste rij staan, met die significantieniveaus, die geven eigenlijk aan wat het netto-effect is van het hebben van IER op, in dit geval, groei. Dus wat je daar kan zien, die positieve coëfficiënten, die zijn statistisch significant, die zeggen bijvoorbeeld in de eerste voor de hele set van bedrijven, is dat er een surplus is van 2,5 procentpunt groei voor bedrijven die enige vorm van IER hebben versus hun tweelingbroertjes, zusjes die het niet hebben. Dus dat is eigenlijk hoe dat je deze tabel kunt lezen. En we zien hier over al de clusters ook, we hebben dat ook voor die verschillende clusters gedaan, zien we dus daar robuust positief effect van intellectuele eigendomsrechten op groei. Dat is in lijn met andere bevindingen, met eerdere bevindingen, maar dat zien we dus ook in België. Als we dan daaronder kijken, iets minder onze focus, maar ook niet onbelangrijk naar de grote bedrijven, zien we eigenlijk hetzelfde robuuste effect voor groei. Iets minder uitgesproken, zeker minder uitgesproken, in de clusters die een nauwe scope hebben, die enkel merken, enkel octrooien doen. We hebben dezelfde analyse gedaan voor productiviteit en daar kun je zeggen, oei ja, we zien daar geen sterretjes, dat is niet significant. Dus wat dat wil zeggen is, bedrijven die intellectuele eigendomsrechten hebben, zijn niet productiever, er is geen productiviteitssurplus ten opzichte van hun broertjes, zusjes, zonder intellectuele eigendomsrechten. Dat is op zich niet erg, hè? Allee, dat lijkt misschien een slechte boodschap, maar wat dat wel wil zeggen, ik kan het u zo zeggen, dan kunnen we weer lachen, dat is dat intellectueel eigendomsrechten, zelfs als KMO's dus, je ziet hier die lijn van KMO's, als die dat nemen, dat gaat heus je productiviteit niet naar omlaag halen. Dus ze weten, ondanks het feit dat ze vaak in fase van groei zitten, dat ze bezig zijn met investeringen en dergelijke, dat ze toch hun productiviteit weten te behouden. Voilà, zo kun je het ook zien. Wat dat we daar wel, maar ik was aan het twijfelen, moet ik dat nu op de slide zetten, maar het staat in het rapport. Wat dat we daar hebben gezien en wat ons ook op dit moment intrigeert, maar ook opnieuw geen reden tot ongerustheid, is bij de grote bedrijven zien we daar een negatief effect. Dus dat wil zeggen, grote bedrijven die bepaalde vormen van intellectueel eigendomsrechten hebben, bepaalde portefeuilles, lijkt het er nu op, maar we zijn dat nog verder aan het onderzoeken, want het intrigeert ons, dat er een negatief effect is op productiviteit. Dat het dus die bedrijven zijn die een beetje minder goed doen dan hun broertjes zonder IER. We zien hier in eerste instantie dat dat vooral binnen de cluster is van de grote bedrijven die zich focussen op enkel Benelux-merken, dus een nauwe scope hebben. Dus, maar opnieuw, daar gaan we verder naar kijken. Zijn we momenteel ook in vervolgonderzoek naar aan het kijken. Dus wat zien we hier? Toch een robuust effect van een supplement aan groei voor bedrijven die IER houden. Dat is een algemene observatie, maar toch ook meer uitgesproken voor de KMO's. Dus dat hefboom-effect doet zich sterker voor bij KMO's. Voor de grote bedrijven lijkt het ook zo dat een zekere vorm van scope, dus dat men een bredere scope nodig heeft om een aantal van die groeieffecten effectief te ontsluiten wel.
En dat we dus voor productiviteit deze effecten, deze surplus, niet meteen zien. Het zijn ook twee volledig andere maten, die groeiende werkstelling en die productiviteit. Dus. Voilà, en dan heb ik gezegd dat we ook eens gingen kijken. Als we dan gaan kijken naar de bedrijven die het wel doen, is er dan een additioneel effect, een additioneel hefboom-effect van de grootte en de scope van hun intellectuele eigendomsportefeuilles. Opnieuw, daar hebben we veel tabelletjes, veel analyses, veel annexen, veel technische. Dus ik heb er hier nog eentje met cijfers voor jullie. Hier hebben we regressieanalyses gedaan en gekeken wat is het effect op groei / productiviteit opnieuw van, en daar zie je de onafhankelijke variabelen, het totaal aantal intellectueel eigendomsrechten binnen een bedrijfsportefeuille enerzijds en ook het aantal verschillende vormen, dus de scope van de portefeuilles, gecontroleerd voor de andere karakteristieken die mogelijk performantie bepalend zijn. Daar zien we voor de KMO's, in dit geval is deze tabel, dat dus inderdaad de scope van uw intellectueel eigendomsportefeuille is gerelateerd aan groei in de werkstelling. Daar waar de schaal van, dus de hoeveel dat je er hebt, is gerelateerd aan productiviteit. Dus verschillende vormen, verschillende gedaanten, maar alle effecten die we zien bij KMO's zijn duidelijk en nogal stevig positief. Misschien nog een laatste uitsmijter dan. We hebben het er al over gehad. Allee, of in de vorige contextschetsende presentaties hebben we er al iets over gehoord, maar we zijn ook eens in België gaan kijken. De rol van bedrijven met intellectueel eigendom in de Belgische economie. Dus niet alleen voordelen op niveau van de bedrijfsperformantie, maar ook in de Belgische economie. Om te beginnen, wat we zien is dus dat er 24% van de Belgische tewerkstelling wordt gedragen door bedrijven die intellectuele eigendomsrechten hebben. Dat is heel veel in verhouding tot de kleine fractie die bedrijven maar uitmaken van het Belgische landschap uiteraard. Als we zeggen 5%, het hangt een beetje af van welke noemer dat je gebruikt en welke filters je zet. Maar pak dat het 5% is of dat het 9% zou zijn zoals op Europees niveau. Haal die kleine fractie van intellectuele eigendomshouders weg uit uw economie. Er zijn er maar een paar, er zijn er niet zoveel. Maar uw tewerkstelling valt met bijna een kwart. Dus die bijdrage is zeer cruciaal. En dan, dat hebben we ook aangehaald bij de Europese studie en dat hebben we in België eens bekeken. Wat we zien is dus dat bedrijven met intellectuele eigendomsrechten gemiddeld meer mensen te werk stellen. Wij zijn niet naar lonen gaan kijken, die gegevens hadden we jammer genoeg niet. Want dan hebben we daar straks gehoord dat dat dus een gelijkaardig effect is. Dus ze stellen meer mensen te werk en ze hebben ook gemiddeld een hogere productiviteit binnen de Belgische economie. Dus eigenlijk vooral een goed nieuwsshow, denk ik. Ik ga die samenvatten. Dus de bescheidenheid van de portefeuilles van Belgische intellectuele eigendomsrechtenhouders, ja, die heeft zowel betrekking op de schaal als op de scope. En dat is jammer, want we zien heel duidelijke hefboom-effecten op groei, op bedrijfsperformantie, maar ook binnen de Belgische economie. En wat we dan ook zien als we focussen op KMO's, zien we dat die hefboom-effecten zich daar sterker aftekenen dan bij grote bedrijven of dan in totaal. Maar ik ga daarmee afsluiten. Er is zelfs nog ruimte voor vragen en antwoorden. Ontzettend bedankt aan Julie Kallaert en Laura Lecluyze. En zij komen inderdaad zo meteen nog wel terug hier op het podium om uw vragen te beantwoorden, dames en heren. Passons maintenant à la première table ronde. Nous nous entretenons avec des partenaires institutionnels dans le domaine de l'innovation. Permettez-moi de vous présenter les panélistes. Om te beginnen wil ik heel graag Mark Andries uitnodigen, die sinds 1 januari 2019 administrateur-generaal is bij het agentschap Innoveren en Ondernemen, beter bekend als Vlaio. Dank je wel, Mark Andries, om bij ons te zijn. Geef hem een applaus. Après, j'ai l'honneur de vous présenter Anne Verreek, directrice de Soalfin, société de financement public et d'accompagnement des TPE-PME wallonnes. Aussi, vos applaudissements pour Anne Verreek.
Et finalement, ce sera Stéphane Sonck-Thibault qui complétera le panel, directeur général chez Innoviris, l'organisme public qui finance et qui soutient la recherche et l'innovation dans la région Bruxelles-Capitale. Welcome, Stéphane Sonck-Thibault. We hebben vertegenwoordigers van Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Zo hoort dat ook in een schitterend federaal gegeven. En een debat, dames en heren, is natuurlijk geen debat zonder interactie. Dus ik herinner u eraan dat u zo meteen de kans krijgt om aan deze mensen ook vragen te stellen. Als u thuis nog altijd heel actief aan het luisteren en het kijken bent, gebruik die chat om de vragen door te sturen. Mevrouw. Heren, ik stel aan u allemaal om te beginnen dezelfde vraag. U hebt de studie gehoord, u hebt ze ongetwijfeld ook gelezen, helemaal van A tot Z bestudeerd. Welke cijfers of welke vaststellingen heeft u vooral uit de studie onthouden die aantonen dat intellectuele eigendom inderdaad belangrijk is en waarom? Marc Andries, ik ga met u beginnen. Ja, misschien beginnen met te zeggen dat ik heel blij ben dat we deze studie gewoon hebben. Ja. Ik denk dat de eerste keer is dat er, bij mijn weten, voor België een dergelijke studie gedaan wordt. Er zijn Europese studies die in dezelfde richting gaan. Maar de schat aan data, de schat aan informatie die we hiermee hebben, dat is indrukwekkend. En volgens mij is het ook echt wel heel noodzakelijk. Het is vandaag heel belangrijk dat beleid gevoerd wordt aan de hand van data. Er worden allerlei beslissingen genomen, bijvoorbeeld ook in ons innovatiebeleid. Ja, als we de data niet hebben, als we niet weten wat er op het terrein aan de hand is bij de bedrijven, ja, dan wordt dat heel moeilijk of dat niet optimaal. En ik denk dat een dergelijke studie, gewoon doordat ze er is, dat we een dergelijke database hebben, dat ook de analyses al een stuk gemaakt zijn, ons gigantisch vooruit helpt. Wat opvalt, is natuurlijk de positieve correlatie die jullie hebben vastgesteld. Tussen enerzijds het hebben van intellectuele eigendom als bedrijf en een aantal parameters die eigenlijk zeggen, gaat het goed met dat bedrijf of gaat het minder goed? Hè? Mm-hmm. Zijn ze aan het groeien? Zijn ze aan het krimpen? Zijn ze ter plaatse aan het trappelen? Zijn ze mensen aan het meer mensen aan de werkstelling? Zijn ze aan het innoveren? Hè? Dus op basis van bijna alle parameters die jullie onderzocht hebben, zie je dat er een positief effect is. Ja, dat is natuurlijk zeer aanmoedigend voor ondernemingen om inderdaad de stap naar intellectueel eigendom te zetten. Want dat hebben we natuurlijk ook gezien uit de cijfers. Er is ruimte voor verbetering. Ja. Er is nog een grote groep van bedrijven aan wie dat allemaal voorbij gaat. Voor een aantal zal het altijd aan hen voorbij gaan. We moeten niet nastreven, dat heeft geen zin, van te zeggen 100% van de Belgische ondernemingen moeten allemaal op een of andere manier intellectueel eigendom hebben. Dat is niet de richting dat we moeten uitgaan. Maar tussen wat we vandaag hebben en waar we naartoe zouden moeten, zit toch nog wel een hele kloof. En dat zijn voor mij de voornaamste vaststellingen uit de studie. Anne Verreken, quels sont les éléments que vous avez retenu de cette étude? D'abord, cette étude, c'est un formidable coup de projecteur sur la thématique en cette journée internationale sur la propriété intellectuelle. Un sujet qui n'est pas nécessairement commun, connu du grand public et a fortiori aussi des PME. Donc, pour moi, c'est un événement, un élément, un contenu sur lequel nous devons tous rebondir pour en tirer un certain nombre d'enseignements. Effectivement, les chiffres qui ont été montrés sont quand même interpellant sur les liens entre détenir la propriété intellectuelle et un certain nombre d'indicateurs d'emploi, singulièrement un des derniers chiffres qui a été présenté, 5%, plus de 20% oui, sur l'impact emploi est quand même assez frappant, interpellant. Et donc ça, ce sont des choses qui doivent évidemment marquer. Maintenant, c'est sûr qu'on parle des droits de propriété intellectuelle qui sont enregistrés. Donc il y a un certain nombre de droits de propriété intellectuelle qui ne sont pas visés par l'étude et qui font aussi partie, et peut-être dans une économie qui se digitalise, qui se numérise, qui font peut-être partie aussi des réponses que l'on peut apporter aux PME. Troisième élément, la propriété intellectuelle est un moyen comme un autre dans ses différentes formes, n'est pas non plus un objectif en soi absolu, mais l'étude révèle aussi qu'il y a un lien fort entre la combinaison de différents droits de propriété intellectuelle et les performances économiques. Ça veut dire, c'est comme ça que on l'interprète, c'est que derrière cette statistique-là, il y a probablement une démarche assez construite et stratégique des entreprises qui ont combiné différents droits de propriété intellectuelle
pour mener leur stratégie de développement. Et donc, c'est clair que c'est un révélateur, un indicateur, mais très probablement que si on creuse la question ou la dynamique des entreprises qui ont ces droits de propriété intellectuelle, qui les combinent, on va pouvoir identifier qu'il y a d'autres leviers de croissance qui sont présents dans l'entreprise. Et donc, c'est évidemment un élément parmi d'autres, mais d'où l'importance de pouvoir vulgariser cette propriété intellectuelle et de bien expliquer singulièrement aux PME qui sont beaucoup moins armés pour ouais. ces sujets-là, mais de bien expliquer que c'est vraiment un moyen parmi d'autres pour atteindre leur stratégie et que pour ça, elles doivent s'organiser aussi en interne. Yeah. Donc, c'est vraiment un élément avant tout de stratégie, mais pour le message au grand public et pour le message aussi aux différents stakeholders, pouvoir mettre en avant que, oui, il y a un lien entre propriété intellectuelle, emploi, croissance, voire productivité, ce sont des éléments évidemment sur lesquels on doit appuyer notre message comme organisme public de soutien à l'innovation. Tout à fait. Ik kijk even naar Innoviris. Wat nemen jullie uit de studie mee? Ja, graag. Eerst en vooral bedankt voor die studie. Het was heel interessant dat rapport te lezen. Ik denk dat ook dat die databanken die daar achter steken ons ook gaan helpen verdere analyses te doen. Voor uw vraag te beantwoorden, ga ik even kort zeggen wat dat Innoviris is, zodat jullie begrijpen vanuit welke blik ik eigenlijk die vraag ga beantwoorden. Dus de opdracht van Innoviris is het versterken van wetenschappelijk onderzoek en innovatie in Brussel of stedelijk gewest. En we doen dat omdat, zoals mijn voorgangers hebben gezegd, we geloven dat innovatie absoluut noodzakelijk is om problemen op te lossen, maatschappelijke problemen in steden. We hebben nood aan nieuwe oplossingen en we hebben nood aan bedrijven die die oplossingen gaan nemen, die moeten groeien, die werkgelegenheid gaan creëren en die nieuwe producten en diensten gaan aanbieden die op een andere manier gaan produceren. Dus innovatie is superbelangrijk en daarom ondersteunen we dat. En ik vond het heel interessant dat de studie heeft die verbinding tussen intellectuele eigendomsrechten en groei bevestigd. Dat is iets wat we vaak horen bij economische studies, maar we hebben nu gezien dat is ook in België het geval. Ik vond het heel spannend dat jullie werkelijk geprobeerd hebben die tweeling op te bouwen. Dat is helemaal niet eenvoudig om te kijken, kunnen we werkelijk begrijpen dat ze twee bedrijven nemen die gelijkaardig zijn. Alleen het ene bedrijf heeft intellectuele eigendomsrechten, merken of patent, het andere heeft er niet. Wat is het verschil? Dat is een moeilijke analyse. En het resultaat vond ik heel interessant, hè, dat er een verschil is in groei van werkgelegenheid tussen de 2 en de 5% ongeveer. En het hoogste zien we bij KMO's, bij kleine bedrijven, in die cluster van patenten, dus octrooien en van merken. En dat vond ik een heel interessant resultaat. En ik denk dat dat motiverend is voor de bedrijven die willen groeien om daarin te investeren. En ook voor ons als overheid, want we willen natuurlijk ook die groei in werkgelegenheid en willen die impact hebben van die nieuwe technologieën. En heel kort, een tweede element wat ik voor mij eigenlijk interessant vond, is te kijken naar die absolute cijfers. Dus in België, op de laatste 10 jaar in jullie studie, stond dat er ongeveer 30.000 patenten, ongeveer, kijk vooral naar patenten, zijn ontstaan. En als ik dat in perspectief stel, dan denk ik dat we toch een beetje moeten kijken hoe goed we het daar globaal doen. Bijvoorbeeld als vergelijking, in dezelfde periode heeft Alphabet, dus de moeder van Google, 20.000 patenten aangemeld. België 30.000, Alphabet 20.000. Qualcomm, een belangrijke firma in telecommunicatie, 5G, 6G, heeft 140.000 patenten, beweren ze. 1 firma, Amerikaanse firma, 30.000, heel België gedurende 10 jaar. Tesla bijvoorbeeld, die werkelijk nu de automobielindustrie aan het revolutioneren heeft eigenlijk een jong bedrijf, minder dan 20 jaar, heeft 600 patenten. Dus we moeten toch erop letten, als onze bedrijven willen meespelen in die soort van werelden, hebben we ook noodzaak tijdens die groeiprocessen aan dergelijke patentportfolio's. Ja, mooi om dat eventjes in perspectief te plaatsen, internationaal ook. On a déjà compris qu'il existe de nombreuses idées fausses sur la propriété intellectuelle. Par exemple, la propriété intellectuelle est coûteuse, complexe, rébarbatif, on a déjà entendu. Comment est-ce que vous voyez les moyens de contourner les clichés et quelles pourraient être les actions concrètes possibles pour apporter un changement ? We hebben vandaag deze studie gezien. Iedereen is er hiervan overtuigd dat dat een geweldig instrument is. Maar dat moet nu natuurlijk nog vertaald worden naar die bedrijven en naar die KMO's toegaan. Hoe gaan we hen, niet alleen de KMO's, maar ook andere grotere bedrijven, inderdaad over die drempels van die vooroordelen brengen of halen? Mark Andries. Ja. De vraag is om te beginnen, zijn het ideefo's?
zijn het vooroordelen die helemaal niet kloppen. Ik vind dat we daar ook eerlijk en realistisch moeten in zijn. Dat het heel eenvoudig is, het patentenrecht of het intellectueel eigendomsrecht, dat dat allemaal... Ja, poepsimpel, zeggen ze bij ons. Ja, ik geloof dat niet. Ten tweede, dat dat heel goedkoop is. Dat durven we toch ook niet beweren. Uiteraard, het nemen van een octrooi hoeft niet zo duur te zijn, is niet zo duur. Er bestaat nu ook de voucher van de Europese Commissie die je kan helpen om de kost daarmee. Maar daar, als je het echt ernstig wil doen als bedrijf, ja, dan gaat het misschien toch wel een investering vragen. Dan moet je je laten begeleiden. Dan komt er misschien een consultant aan te pas die je dat voor jou gaat verkennen. Dan moet je je huiswerk op voorhand maken. Het bewaken van je intellectueel eigendomsrecht. Je kan het intellectueel eigendomsrecht vestigen, nemen. Maar goed, nakijken wat anderen of anderen het respecteren. Dat vergt toch ook nog wel wat inspanningen en waarschijnlijk kosten. Dus ik vind dat we ook niet moeten gaan zeggen... Het is allemaal niet waar dat duur is en ingewikkeld. Het is eenvoudig en het is goedkoop. Ik denk dat we daar een realistisch beeld moeten geven aan de ondernemingen over wat intellectueel eigendom is, wat het niet is, welke vooroordelen dat er eventueel niet kloppen en ook wat de baten kunnen zijn die ze erbij hebben. Dus ik denk inzicht bijbrengen, sensibiliseren, een goed begrip daarvan, zodat een onderneming zelf zijn beslissing kan nemen. Wij zijn niet de propagandisten, ook niet bij Vlaio van. Een collega heeft ook gezegd, het is geen doel op zich. Allemaal zoveel mogelijk octrooien nemen, dat is niet, denk ik, het doel. Het doel is inderdaad dat een onderneming kan innoveren en dat het de baten van zijn innovatie ook maximaal kan plukken en dat die ook ten goede komen van de maatschappij. En intellectueel eigendomsrecht is daar een belangrijke hefboom voor. Het is zeker niet de enige. En belangrijk is dat de onderneming er goed over nadenkt. Ik denk dat dat het belangrijkste is als we dat doel al bereikt hebben en dan zijn eigen beslissingen neemt. Oui, madame Verrek, est-ce que quand on voit les effets de levier hein, aujourd'hui, est-ce que vous croyez que ça va aider les entreprises à augmenter le nombre de droits de propriété intellectuelle? L'exercice, c'est vraiment de se mettre toujours à la place de l'entrepreneur et sa réalité qui est multiple. On parle de taille, on parle de secteur, il y a tout un parcours. Le monde change vite, la numérisation qui impacte très directement et qui aussi amène finalement des entreprises à innover sans nécessairement le savoir ou en tout cas sans nécessairement mesurer tout ce que ça peut avoir impact sur leur développement. Et donc je parle bien ici d'innovation technologique, mais aussi non technologique, qui est aussi importante, hein, que l'on veut viser. Et donc clairement, une PME, elle est confrontée à beaucoup, beaucoup d'enjeux. C'est souvent des entreprises de petite taille. En Wallonie singulièrement, la taille moyenne est plutôt inférieure à ce qu'on voit notamment en Flandre. Et donc lorsque nous approchons une entreprise, une PME, on va la regarder avec un diagnostic plutôt 360. Et donc, dans nos métiers d'accompagnement, que ce soit nous qui soyons en contact direct des entreprises ou avec les opérateurs de terrain, on essaie vraiment de développer des outils de diagnostic qui vont aborder l'entreprise, non pas frontalement en disant « Est-ce que vous avez des brevets? Est-ce que vous innovez? Vous devez déposer, faire des démarches de dépôt de brevets ?» Mais vraiment plutôt examiner, évidemment, son business, son réseau, ses ambitions aussi, et travailler sur ce qu'elle a déjà et ce qu'il serait bon pour elle qu'elle fasse ou ne fasse pas. Parce que engager une PME dans une démarche d'enregistrement de brevet, si ce n'est pas opportun pour elle, c'est aussi un conseil qu'il faut lui donner. Donc, à nouveau, c'est plus dans une logique de levier stratégique entre ce qui, d'abord, un, diagnostic, et deux, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider au niveau d'un plan d'action, pour l'aider à entamer éventuellement une démarche de propriété intellectuelle et passer le relais vers le secteur privé. Donc nous, on est là vraiment comme courroie de transmission, éveiller, sensibiliser, poser un diagnostic, donner des premières pistes en termes de plan d'action et puis assurer le relais vers le secteur privé qui est le professionnel spécialisé dans ce domaine-là. Mais ce travail en amont qui est vraiment d'avoir ce regard objectif, neutre, mais pertinent par rapport aux besoins et la situation de l'entreprise, c'est quelque chose qui est indispensable, mais on ne peut pas travailler sur la grande masse. C'est du contact quasi individuel. Donc, il y a tout ce travail en amont, comme Marc l'a dit, de sensibilisation. Et les outils, notamment celui qui sera présenté tout à l'heure, oui, tout à fait, visent à vulgariser, à faciliter, mais il n'empêche,
une PME un jour, ne va pas se réveiller un jour en disant « Tiens, je vais aller voir ce qui se passe sur cet outil ». Il y a tout un travail en amont qu'il faut faire. Et au niveau de la Soalfine, on a la chance d'avoir regroupé en une entreprise, enfin un organisme, les métiers du financement et les métiers de l'accompagnement. Et donc, on travaille aussi sur la combinaison des deux approches. Donc, une entreprise qui développe un projet d'innovation qui vient nous solliciter, par exemple, pour un financement en capital, en prêt, voire en garantie, on regarde systématiquement le volet propriété intellectuelle et on voit où elle en est. Si on estime que c'est insuffisamment appréhendé, le sujet est insuffisamment appréhendé, alors en interne, on fait le lien avec nos spécialistes propriété intellectuelle. Et ça doit aller dans le même sens, dans l'autre sens aussi, mais donc, la richesse de combiner ces sphères de compétences qui ne sont pas nécessairement tout à fait dans les mêmes réflexes, c'est vraiment quelque chose en quoi nous croyons beaucoup. Mais avant toute chose, il faut vraiment se mettre à la place de l'entreprise, de ses besoins, voilà, c'est ça. Et l'aider à ouvrir sa vision et à construire une stratégie sur la propriété intellectuelle, mais pas que sur la propriété intellectuelle. Sur d'autres formes aussi. Ik kijk dan ook even naar Stéphane Song-Thibault. We horen inderdaad sensibilisering, maar aan de andere kant ook heel gepersonaliseerd gaan kijken. Een 360 graden approach. Elk bedrijf heeft zijn eigen behoeften en verlangens. Uw visie daarop? Ik ben het daar volledig mee eens. Dus ik zal misschien een beetje herhalen wat jullie hebben gezegd, maar uiteindelijk... Onze bedoeling is ervoor te zorgen dat we bedrijven gaan aansporen te investeren in innovatie. Dat is een risico. Dat te doen. Dus we moeten ervoor zorgen dat die bedrijven maximaal kunnen profiteren van hun intellectuele eigendomsrecht, dat ze kunnen groeien en dat ze producten kunnen produceren die wij in onze maatschappij nodig hebben. En daarvoor hebben ze een instrumentarium ter beschikking. Dat kunnen patenten zijn, dat kunnen ook merken zijn, dat kunnen heel andere dingen zijn. En dat moet worden gedreven door eigenlijk het businessplan, het businessidee van die onderneming. Dus onze bedoeling, geloof ik, niet te zeggen van iedereen moet patenteren, maar iedereen, bedrijven, moet zich bewust zijn van de mogelijkheden die ze hebben om dat optimaal te kunnen gebruiken. En dat kunnen patenten zijn, maar het kan ook copyright zijn in software, het kan ook zijn publicaties, het kan zijn open source, geheimhouding. Dus we moeten... En het grote probleem is dat kleine bedrijven, entrepreneur... heeft soms een andere focus bij het start van het bedrijf en heeft vaak niet de expertise, niet de kennis om daar de juiste beslissingen te nemen en heeft dan vaak hulp nodig van externe experten. Daar kan ook de overheid een rol spelen om die sensibilisering te starten en mensen te helpen daar hun juiste strategie te ontwikkelen. En dat is heel bedrijfsspecifisch, zoals u al zegt. Dat hangt af van de sector. Dat is heel anders in de software of in de biotech. Zijn er heel andere modellen die daar het best gaan passen. En daarop inspelend, wanneer moet een bedrijf zich dan volgens jullie zich beginnen bezighouden met intellectuele eigendom? Donc, à quel moment une entreprise doit-elle se préoccuper de la propriété intellectuelle? Ja. Dus ik denk dat bewustzijn er heel vroeg moet zijn om bijvoorbeeld te vermijden dat het bedrijf op een bepaalde manier aan onderzoek gaat doen, bijvoorbeeld door publicaties die een latere bescherming patenten gaat onmogelijk maken. Dus het bewustzijn moet er heel, heel vroeg zijn om te weten van we moeten ervoor zorgen dat we later die bescherming kunnen gaan verkrijgen als het dan noodzakelijk is. Het laatste ogenblik waarop de bescherming mogelijk is, is vaak als een product wordt gelanceerd op de markt. Want het is een soort van publicatie. Dus op dat ogenblik is het verkrijgen van patenten, ik focus een beetje op patenten, eigenlijk niet meer mogelijk. En daartussen hangt het eigenlijk er een beetje af van het businessplan. Ik denk als een bedrijf weet, dat is een technologie waar we uit een product gaan maken. Het is duidelijk waar we dat in de wereld gaan verkopen, aan welke klanten dat we dat gaan bezorgen. We hebben daar een idee van de return on investment. Dat is het goede tijdpunt om echt te beslissen, gaan we een patent gebruiken of ook niet? Ja. In welke landen gaan we dat doen, op welke manier? Ja, dus ik zie Marc-Andries heel heftig meeknikken. Ja, helemaal eens natuurlijk. Ik denk dat we zijn zeer sterk in innovatie in België momenteel. We zijn innovation leader uitgeroepen door de Europese Commissie. Vorig jaar, bij de eerste keer in dat groepje van Europese landen geraakt, van de innovation leaders. Daar zitten verder de Scandinavische landen in en buiten de EU ook nog Zwitserland. Wat we vaststellen is dat we minder goed zijn in het verkopen van onze innovatie. In het ermee naar buiten treden, in een stuk onszelf daarmee identificeren en ook wel tonen wat we kunnen. En het feit dat we onze intellectueel eigendom beschermen, gaat ons beter toelaten van dat wel te doen. Het is zoals de collega zegt, op het moment dat je inderdaad naar buiten gaat treden, dat je de reclame gaat vermaken, dat je erover gaat spreken met je businesspartners,
dat je ermee op de markt komt, dat je ermee in de pers wil komen, ja, dan moet je wel eens nadenken van, ja, is dat allemaal wel veilig? Gaat de vrucht van al mijn innovatiearbeid niet weggenomen worden door iemand anders die zegt, ah, dat is zeer interessant, ik kan er eigenlijk mee gaan lopen en het is zelfs niet beschermd. Dus op dat moment moet je als bedrijf inderdaad één, dat naar buiten treden. Ik denk dat we dat zeer moeten aanmoedigen. Maar dan moet die vraag wel eens gesteld worden. Is intellectuele eigendom nemen een goede manier om eigenlijk ervoor te zorgen dat we onszelf eigenlijk ook wel beschermen tegen anderen die daar eventueel minder goede bedoelingen zouden mee hebben? Of zijn er andere manieren, is ook al gezegd geweest, er zijn natuurlijk ook non-disclosure agreements, het bedrijfsgeheim, er zijn ook andere methoden, maar je moet er op dat moment wel eens over nadenken. Op het moment dat je gaat samenwerken met anderen, is ook denk ik een passend moment. Ja, ja. Heel veel innovatie vindt niet meer alleen plaats binnen één onderneming. Eén onderneming die in zijn eigen labootje iets zit uit te vinden, in alle stilte, niemand hoeft dat te weten, en dan iedereen de wereld gaat verbaasd ermee op de markt komen. Dat is een beetje het model dat voorbij is. Vaak is er samenwerking, zeker met kennisinstellingen, dat moedigen wij ook zeer sterk aan, dat bedrijven, ook KMO's en universiteiten, andere kennisinstellingen, samenwerken. Bedrijven onder elkaar, bedrijven in clusterverband, met zelfs bedrijven van je eigen sector samen gaan innoveren. Ja. Ja, dan moet je natuurlijk wel goed je afspraken maken. En zeker afspraken maken, ja, als daar inderdaad kennis uit voortkomt die bruikbaar is. Hoe is de intellectuele eigendom geregeld? Voor wie is hem? Hoe is hem verdeeld? Ja. Ja, dan kom je er bijna niet anders onderuit van dat toch wel goed te gaan regelen. Want anders ga je misschien spijt krijgen van die samenwerking. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is van er effectief baat bij te hebben. Ja. En Vreke, selon vous, à quel moment une entreprise doit-elle se préoccuper de la propriété intellectuelle? Je dirais que si on considère les droits de propriété intellectuelle au sens large, dès lors qu'elle imagine quelque chose. Un site internet, une marque, un nom utilisé, ce sont des éléments qui sont à prendre avec attention. Il faut voir si voilà, on n'empiète pas sur le terrain de quelqu'un d'autre. Il faut protéger, en tout cas, si c'est pertinent. Donc, dès les prémices, je dirais, d'une entreprise. Et c'est pour ça qu'à nouveau, je reviens sur ce qu'on essaye de développer. C'est, on se structure par stade de vie d'entreprise, mais clairement, tout ce qui est innovation, propriété intellectuelle est quelque chose de beaucoup plus transversal et pas lié à un stade de vie d'entreprise. Et donc, il faut travailler, nous, en interne, vis-à-vis des acteurs de la création d'entreprise. Et je remonte même au... On travaille aussi avec les étudiants entrepreneurs, donc le public plus jeune. À nouveau, il faut utiliser des outils de communication ad hoc. On a parlé d'ATSIP, par exemple, a été développé aussi. Donc, ce sont des choses qui doivent être, je dirais, adapté au public. Ouais. Mais cet éveil à l'importance, à nouveau dans un monde qui se transforme dans une économie qui devient de plus en plus numérique, qui implique d'autres types de droits de propriété intellectuelle, monsieur de Rennes, je me doutais bien que j'avais fait une petite erreur, vous avez parlé tout à l'heure du droit qui évolue très vite aussi, donc ces évolutions-là qui rendent compte aussi d'une économie qui se transforme, doivent pouvoir être abordées avec l'entreprise, avec des mots qu'elle peut comprendre, mais le plus en amont possible. Donc voilà, création, croissance, transmission, chaque stade de vie a des besoins propres et il faut implémenter ou insuffler de la propriété intellectuelle avec des messages adaptés pour chacun de ces stades de vie. Donc voilà, bien sûr, si on est... Alors, on en parlait tout à l'heure, si on est dans le secteur biotech qui est relativement bien, qui souvent quand même, dès l'initiative, est en lien avec des centres de recherche, avec des universités, etc., qui est un monde qui est relativement familier de la propriété intellectuelle, les choses peuvent se faire plus facilement, plus naturellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Mm. Mais dans plein d'autres domaines d'activité ou dans d'autres secteurs, ce n'est pas du tout, comme les statistiques le montrent d'ailleurs, ce n'est pas du tout évident et ça ne va pas de soi. Et donc, il faut quand même aussi travailler parce qu'il y a éventuellement des droits à faire valoir en la matière. Et c'est aussi une question de protection par rapport, évidemment, à la concurrence. Okay. Et juste peut-être un élément, donc les conseillers chez nous qui abordent en entreprise les questions de propriété intellectuelle en partant vraiment de rien, entre guillemets, où l'entreprise n'est pas familière, prend l'exemple de la concurrence avec des éléments qui sont tout à fait
visible. Donc il n'y a rien de secret là-dedans, mais en prenant un exemple d'un concurrent et en regardant ce que lui-même déjà met en avant, publie, il y a déjà moyen d'attirer son attention par ce biais-là, en disant, ben voilà, une entreprise concurrente, elle fait ceci, elle fait cela, elle a déposé une marque. Et de travailler, ça, je pense que c'est un élément important qui ressort de l'étude, c'est de voir aussi l'aspect multicouche, a fortiori, à nouveau dans une économie numérique, la multicouche de droits de propriété intellectuelle qu'il faut aborder avec une entreprise. Ik kijk even naar de tijd en ik zie dat we nog een beetje tijd willen overhouden voor wat vragen. Maar ik wil jullie toch alle drie heel graag de gelegenheid geven om nog een laatste concluderende gedachte te formuleren. Dat mag een aanbeveling zijn, dat mag ook iets zijn waarvan u zegt naar de onderzoekers toe, misschien kunnen jullie dat ook nog mee opnemen in een volgende studie. Mark Andries. Ja, ik denk dat het onderzoek smaakt echt wel naar meer. En het is een econometrische studie, het is een macro-economische studie. Maar wat mij zou interesseren is ook eens een micro-economische studie te zien over wat die bedrijven die intellectuele eigendom hebben daar nu eigenlijk mee doen. Mm-hmm. Wij hebben daar natuurlijk wel een idee over vanuit onze praktijk als innovatieagentschap. Maar volgens mij is dat ook nooit echt bestudeerd. Gaan ondernemingen die intellectuele eigendom hebben, gaan ze er echt waarde uithalen? Gaan ze ermee hun financiering proberen te verbeteren? Dat is denk ik ook wel een heel goed idee als je naar financiers moet gaan, van dan te spreken over de intellectuele eigendom die in die onderneming zit, die eigenlijk tot de waarde van de onderneming behoort. Gaan ze er inkomsten uithalen? Gaan ze het intellectuele eigendom echt goed bewaken? Of gaan ze het eerder offensief gaan gebruiken of eerder defensief? Enfin, dat zijn allemaal denk ik nog heel goede vragen die als we in de ondernemingen zelf gaan kijken, zouden kunnen beantwoord worden. En dat zou ons ook nog veel leren. Ja, ze gaan nog werk hebben, de dames. Anne-Brieke, pour conclure. Formidable défi, hein, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, c'est pas le seul, mais il est transversal, il est à la croisée de plusieurs transformations qui impactent l'économie, les PME, et donc ils sont quand même bien bousculés aujourd'hui par rapport à ces enjeux. Pour moi qui suis relativement nouvelle dans la thématique, puisqu'il y a à peu près 2 ans que nous avons repris une agence qui était consacrée à la propriété intellectuelle, mais avec cet objectif d'en faire cette approche transversale dans nos métiers de financement et d'accompagnement. Je trouve que ça me donne, enfin, participer à cette table ronde, entendre les résultats de l'étude, me motive d'autant plus à construire un message, une histoire sur la propriété intellectuelle, en essayant de dépasser la difficulté probablement pour les non-initiés de rentrer dans le sujet, mais par contre de pouvoir mettre en avant tous les avantages que la propriété intellectuelle peut générer pour les entreprises, pour l'économie, au-delà de ça, et aussi le fait que il y a d'autres droits que les brevets, mm-hmm. ça existe, les brevets ça existe, mais il n'y a pas que ça, souvent les gens pensent à brevets. Il n'y a pas que ça. Mais voilà, c'est aussi tout un... Au-delà d'histoires à raconter, ce sont aussi des gens, des partenaires à convaincre. Je voulais aussi saluer mon collègue de l'administration de la recherche. Il y a aussi des leviers au niveau de l'administration wallonne de la recherche en termes de chèques, propriété intellectuelle, de financement pour le dépôt des brevets. Donc on doit travailler main dans la main et avec un langage et une stratégie commune. Ça ne doit pas, la propriété intellectuelle ne doit pas rester le fait de quelques initiés. Voilà, ça c'est absolument indispensable. Joli, merci. Stéphane Song-Thibault, wat zijn uw aanbevelingen nog? Of wat zou u nog graag zien gebeuren? Ja, aanbevelingen. Misschien een boodschap aan vooral de kleine ondernemingen die er hopelijk van bewust zijn. Ja, het is belangrijk dat we ons mee bezighouden, maar het is ook niet eenvoudig. En het kost ook geld, hè, zoals we al hebben gehoord. Het is niet altijd zo eenvoudig. En ik denk dat de overheden of de overheid, wij daar ook een rol in te spelen. We hebben ten eerste een rol rond sensibilisatie. Yes. Centrale aanspreekpunten voor kleine bedrijven ter beschikking stellen. Je hebt gehoord, daar bestaan er al veel op federaal niveau en ook op gewestelijk niveau. Het is belangrijk dat ondernemers die mogelijkheden ook gebruiken. Dat gaat hun helpen. En ten tweede is er ook financiële ondersteuning. Hè. Bijvoorbeeld in Brussel hebben we ook
ook vouchers die bijvoorbeeld ondernemers gaan helpen om externe expertise te gaan halen, om bijvoorbeeld te kijken naar hun freedom to operate of op hun strategie te gaan werken. En we hebben ook financieringen om bedrijven, kleine bedrijven, dan te helpen in het ganse project om bijvoorbeeld een patent te ontwikkelen wat dat verschillende jaren gaat duren en toch vaak tienduizenden euro's gaat kosten, inclusief dan externe advocatenkantoren enzovoort. Mm. Dus de boodschap is, ja, er is hulp. Ik denk dat wij als overheden een rol te spelen hebben. En we hopen dat meer bedrijven, dat we ook beter gaan communiceren, dat meer bedrijven begrijpen wat er beschikbaar is en ook die ondersteuning gaan gebruiken. Ja, oké. Okay. Blijf nog even zitten. We gaan dit panelgesprek afronden. En daarbij ook het eerste deel van deze ochtend. Maar voor we koffie gaan drinken, toch nog even kijken of er vragen zijn bij u, of er vragen zijn binnengekomen. En ik wil heel graag toch ook opnieuw Julie Kallaert en Laura Lecluyze even naar voren halen. Mochten er vragen zijn voor jullie, specifiek over de studie. Donc, je me tourne vers vous, mesdames et messieurs. Y a-t-il des questions ici, en direct, ou soit à la maison? Ik kijk ook even naar Nico, of we vragen hebben. Dames en heren, zijn er mensen die vragen hebben voor onze panelleden, voor onze geweldige onderzoekers? Ja, dit is België, hè? Daar steken mensen niet zo graag. Ja. Goedemorgen. Voor de dames. Oké. Oké, dus ik zal uw eerste vraag behandelen. Dus zoals dat we hebben aangetoond in, bij de database, zijn we dus eigenlijk, hebben we inderdaad alle IP uit alle databronnen, alle IP-gegevens hebben we kunnen bemachtigen, zeg maar. Maar bij de koppeling naar Bell First natuurlijk, hebben wij wel gebouwd op deze bedrijfsgegevens en financiële gegevens die beschikbaar waren in Bell First uiteraard. En natuurlijk niet alle rechtspersonen maken jaarrekeningen bekend en zo. En natuurlijk dan kunnen wij bijvoorbeeld die personen niet gaan klassificeren als een KMO bijvoorbeeld. Dus dan hebben wij die ook niet meegenomen in de studie. Dus inderdaad, daar heb je zeker een punt. Die hebben wij in de IP-dataset, maar die hebben we niet kunnen koppelen aan bedrijfsgegevens. Maar dat is inderdaad, dat zou idealiter wel kunnen, maar ja, we zijn natuurlijk een beetje gebonden aan de data die we kunnen gebruiken. Dus dat was zo. Ik hoop dat daarmee de vraag beantwoord is. Oké, dank u. Ja, en dan de tweede vraag, misschien kort. Het antwoord daar is nee. Dus als het antwoord is op de vraag, hebben jullie dat beschouwd in de studie? Nee. Zijn we ons ervan bewust dat dat bestaat? Ja. Is dat interessant om verder te onderzoeken? Absoluut. En misschien dat, en ik ben heel blij dat ik van die suggesties krijg, want we zijn wel degelijk, onder andere in het kader van de begeleiding van masterthesis en dergelijke, zijn we hier, net omdat het soms bijna meer vragen oproept dan dat het beantwoordt, zijn we daar wel aan bezig aan vervolgonderzoek. Onder andere naar wanneer wordt de eerste IP genomen, dat we gaan filteren op diegenen die pas gestart zijn in 2012 en dergelijke. En een deel ook, wat ook aansluit, en uw suggestie kunnen we daar absoluut ook in meenemen, want er zijn natuurlijk ook studenten, wij hebben niet de middelen om allerlei interviews te gaan doen ter plaatse bij die KMO's en die grote bedrijven. Maar we hebben daar veel studenten voor die interessante dingen kunnen doen. Dus daar zijn we ook mee bezig met een aantal studenten die gaan praten met bedrijven. Dus dat zijn allemaal dingen die erop verder gebreed worden. Dit geeft inderdaad een numeriek canvas. Hè? En dat is op zich heel interessant. En nog interessanter omdat het nog interessantere vragen opwekt. Dus waarvan u er een van is, waarvoor dank ook. Ja.
Julie, gaat het ook, gaan jullie de studie ook verder zetten? En daarmee bedoel ik dan na 2019? Nee, op dit moment zijn daar geen afspraken rond. Of is daar, we gaan dit even laten incuberen en hoe moet je dat verteren? Want we zijn daar in ieder geval omwille van... Je voelt dat er enthousiasme is, hè? Dat zelf ook al gevoeld tijdens de tussentijdse vergaderingen. De vragen die er kwamen op tussentijdse rapporten. Dus van, tuurlijk, dat is interessant. Maar ja, je hebt natuurlijk maar je tijd en je middelen die voor deze studie. Maar ja, daar zijn we dan blij dat we een onderzoeks... Dat we een universiteit zijn, hè. We kunnen verder gaan daarop, hè. Dus we zijn er al mee begonnen en... Oké. Okay. Wordt vervolgd. Hein? Oui, j'ai une question. Je suis très impressionné par notre analyse chiffrée. Merci. Que vous avez fait. Je n'y connais rien en économétrie, je vous conseille en fait. J'ai la question suivante. Vos chiffres montrent clairement une corrélation entre l'existence de droits de propriété intellectuelle et des effets bénéfiques sur la croissance, le bénéfice, etc. Mais est-ce que votre analyse permet de démontrer qu'il y a une causalité voilà. et la croissance. Moi, je suis étudiant de mon métier, que les droits de propriété intellectuelle coûtent très cher, en particulier les projets. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas dire à l'inverse que ce sont les entreprises qui sont de bonne santé financière qui peuvent se permettre Oui. C'est ça. C'est la question d'un million d'IA, dollars. Oui, le poulet et l'œuf, oui. Ja, klopt. Ik ga in het Nederlands antwoorden. Het is absoluut een zeer... voor niet belegd te zijn in econometrie, pintere opmerking. Nee, dat klopt. We hebben dus een verband aangetoond. We hebben geen... Misschien ja, een correlatie aangetoond, een verband, maar geen causaliteit. We spreken soms het effect van IER, maar het is eigenlijk de relatie tussen IER en productiviteit en performantie. Ook dat is een traject waar dat we nu naar verder aan het kijken zijn. Het kan inderdaad zijn dat het de meer performante bedrijven zijn of de groeiende bedrijven die zeggen we hebben meer nood aan bescherming, dus die dat gaan doen, maar het kan ook omgekeerd zijn. Oh, we hebben hier... IP, we hebben hier een asset, we gaan sterker groeien, we hebben een signaal naar investeerders en dergelijke. Dus dat hebben we in deze studie, in deze analyses, niet naar boven kunnen brengen. Wat vergt dat? Dat is niet onmogelijk. We kunnen gaan kijken naar... Ja, we hebben geen longitudinale gegevens gebruikt. We kunnen gaan kijken, op dat moment is er een groei in het gebruik van IER binnen het bedrijf of wordt die hurdle genomen? Is het zo dat inderdaad na... 2 jaar, na 3 jaar misschien, dat er dan een sterkere groei is. Daarvoor zijn longitudinale analyses nodig om die causaliteit te ontwaren. En die hebben we op dit moment nog niet gedaan. Okay. Opnieuw studenten, hè. Nico, ik kijk even naar jou of er ook nog een vraagje van de mensen thuis kan gesteld worden. Ik kan jou een microfoon geven. Zo snel gaat dat. Ik kom even tot bij jou. Alsjeblieft. Ja, oké. Ja, oké, dank u wel. Inderdaad, een paar opmerkingen, een paar vragen. Eerst een praktische vraag, een beetje auteursrechtelijk gericht. Kan de PowerPoint bekomen worden van de presentatie? Oké, dat is dat al bij beantwoord. Goed, dan nog iemand. De studie is enorm nuttig, mijn complimenten. Het leert ons hoe belangrijk intellectuele eigendom voor economisch belangrijke bedrijven is. En er zijn ook veel bedrijven waarvoor IE belangrijk is. Dus complimenten voor de studie. Een vraagje voor u eigenlijk. De Nederlandse studie waarvan sprake is, het verband tussen een merk registreren en innovatietraject, kunnen wij deze inzien, kunnen wij die bekomen? Maar ik denk dat we het voorrecht hebben van iemand die hier aanwezig is, Marcel Seip, als ik mij niet vergis. Marcel? Oké, en waar kan die gevonden worden? Zal ik jou een link sturen? Oké, prima. Is er nog een andere studie? Die Marcel ook kent van meneer Flikema. En dat dateert van een paar jaar. Het is ook volgens mij online te vinden, maar ik kan hier ook de link. Oké. Ik zou die ook sturen. Daar komen we op terug. Ja, dank u.
Ja, en dan heb ik twee gerelateerde vraagjes voor de mensen van KUL. Met betrekking, waarom is het auteursrecht niet opgenomen in de studie? Ik kan het begrijpen, maar ik denk dat het logisch is. Dat is eigenlijk nooit ter sprake. Allee, ja, dat is wel eventjes ter sprake gekomen toen we zeiden welke vormen gaan we beschouwen. Maar ja, het zat er niet bij. Waarom? Ik kijk misschien naar onze opdrachtgever. Ik denk dat het voornamelijk is met de registratie. Hè? De manier van registreren, dat niet alle auteurs echt moeten geregistreerd worden. Okay. Ja, dus dat is een missie. Maar het is misschien wel iets voor de toekomst. Voor de studenten. Ja. Goed, dan heb ik nog een ambetante voor de panelleden eigenlijk. Maar ik denk dat het voor een stuk te maken heeft met de cijfers uit de studie. Les chiffres dans l'étude montrent surtout les entreprises situées en Flandre. Cuit en Wallonie. Oui, ben je ne suis pas dans les dessous de l'étude. Ce sont des droits enregistrés, donc ce n'est pas non plus tous les droits de propriété intellectuelle. Maintenant, ce qui est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la taille moyenne des entreprises en Wallonie est inférieure à ce qu'on constate en Flandre. C'est un des défis de la Wallonie, évidemment, c'est la croissance des entreprises. Et c'est clair que ben, voilà, les constats qui ont pu être faits dans l'étude entre grandes entreprises, petites entreprises, au sein de la classe des petites entreprises où vous avez une diversité de situations, évidemment, si vous êtes avec une majorité d'entreprises de moins de 50 ETP par rapport à des entreprises de 200 ETP, en termes d'organisation et de structuration, on n'est pas tout à fait dans les... Enfin, je dirais qu'on amplifie les problèmes par rapport à ce qu'on peut comparer vis-à-vis des grandes entreprises. Voilà, je n'ai pas d'autres... il faudrait aussi peut-être des investigations et à l'intérieur de la Wallonie, on voit bien aussi que c'est Liège qui est en tête. Voilà, donc on voit aussi les moteurs économiques de la Wallonie aussi et ça se reflète dans les statistiques de la province. Ça reste un défi, un des défis, mais certainement un des défis en Wallonie qui est... important. Ja, meneer Santibo. Misschien ook voor Brussel daarop een antwoord geven. Hè. Dus ik denk algemeen als regio, als het gaat om innovatie, doet Brussel het heel goed. Hè. Er is ook het Regional Innovation Scoreboard en daar is Brussel op plaats 14 van 250 regio's in Europa. Dus daar doen we het heel goed. Het deelpatenten doen we het eigenlijk minder goed. En een van de hypotheses die wij hebben, hangt ook samen met de sectoren. Hè. Brussel is vooral sterk in de digitale sector, in software. En als het gaat om patenten, is het moeilijker. Hè. Patenten zijn gericht op technische innovatie. Software patenteren is moeilijk of onmogelijk. En dat is een van de redenen die wij zien. Dus als we gaan regio's met elkaar vergelijken, moeten we toch ook altijd rekening houden met de specifieke sectoren en industrieën die daar aanwezig zijn. Oké. Okay. Ik kijk even op de klok. En ik stel vast, samen met u, Huuk de Rijm... U wou nog eventjes... Ja, ik zal u een microfoon geven. Dat zal misschien iets handiger zijn. Ja, dank u wel. Ik wil heel snel reageren met een paar opmerkingen. Met dank aan de panelleden voor de interessante discussie. Ik vond het echt leerzaam. Je partage tout à fait ce qui a été dit que la propriété intellectuelle ou l'enregistrement de la propriété intellectuelle n'est pas un but en soi. Oui, c'est ça. Et je ne veux pas parler au nom du SPF, mais je pense que Günther sera d'accord avec moi pour dire que ni le SPF ni le BOIP ne sont ici pour vendre quelque chose, certainement pas vendre des dépôts. Je crois que le pire que nous pourrions faire, c'est tromper des entreprises qui n'ont effectivement pas besoin d'un enregistrement parce qu'elles seraient déçues, elles auraient des coûts, des procédures, etc. Donc, c'est certainement pas l'objectif. Et comme ça a été dit, il y a en plus, à côté des droits enregistrés, tous les droits non enregistrés, les secrets d'affaires, le droit d'auteur, etc. Donc, il ne s'agit pas de vendre, mais il s'agit de sensibiliser. Et effectivement, là, il y a beaucoup à faire. Et là, une des mesures de ces actions de sensibilisation, c'est le nombre de demandes, le nombre de dépôts. Ce n'est pas une mesure parfaite, mais je veux juste corriger peut-être une perception. On ne fait pas tout pour augmenter le nombre de dépôts, parce qu'effectivement, ce qui est important, c'est les intérêts des utilisateurs, des entreprises, et c'est ça qui compte. Une deuxième remarque, rapidement, sur ce qui a été discuté, le bon moment de sensibiliser ou de se poser la question. Je crois que c'est tout ce que vous avez dit, et je pense, tout à fait correct. J'y ajouterais peut-être une considération dépendant des droits concernés. Et un exemple, au niveau des marques, comme vous l'avez dit, Madame Verret, dès qu'une entreprise commence, elle est potentiellement confrontée à des marques. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une confusion énorme, typiquement chez les entrepreneurs, entre le nom de domaine, le nom commercial,
et la marque. Et bien souvent, elles ont enregistré, elles se sont enregistrées comme entreprise à la Banque Carrefour. Elles ont donc un nom. Elles ont créé un site web. Elles ont un nom de domaine et elles pensent c'est bon, c'est terminé. Alors qu'il manque la protection via la propriété. Et donc, ça devrait venir très tôt. Alors qu'effectivement, ça peut éventuellement venir plus tard pour le brevet, moyennant, comme vous l'avez dit, effectivement, M. Song-Thibault, le maintien d'une confidentialité ou en tout cas s'abstenir de divulguer des informations. Et alors, dernière remarque sur les suites possibles de l'étude. Effectivement, ook een goede vraag. We hebben het ook gehad en eigenlijk, jullie zouden het bevestigen tijdens de talrijke discussie die wij samen hebben gehad, hebben we opgemerkt dat naar aanleiding van de resultaten die wij zien, komen altijd nieuwe vragen en hebben we altijd nieuwe wensen. Dus of er een gevolg komt, ja, vraag voor ons. Wij noteren in ieder geval de nood. En misschien een goede vraag vond ik over een causaliteit, een oorzakelijk verband. Dat zou misschien juist een mooie aanleiding zijn voor een micro-econometrische studie. Dus misschien komt er een vervolg. Oké, dank u wel, Hugues de Rijmen. Dank u, panelleden. Dank u, onderzoekers, voor jullie ongelooflijk enthousiasme. Marc Andries, Anne Verreken, Stefan Song-Thibault, Julie Kanlaert en Laura Lecluyze. Geef ze een applaus, dames en heren. Want het is dringend tijd geworden voor een babbel bij een kop koffie. Nous allons faire une pause d'une demi-heure. J'ai hâte de vous revoir ici et en ligne dans une demi-heure. À tout de suite. Je vois qu'il y a encore des questions, mais je suis... Voilà, après. D'accord. À tout à l'heure. Thank you all. Welkom terug, dames en heren. En wij duiken meteen het tweede panelgesprek in van vanmorgen. Deze keer met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Et permettez-moi de vous présenter les panélistes. Om te beginnen, dames en heren, hadden we hier heel graag Pieter Timmermans gehad, gedelegeerd bestuurder van het VBO, Verbond van Belgische Ondernemingen. Maar hij is er jammer genoeg niet vandaag, als gevolg van zo'n heel klein virusje dat grote gevolgen heeft gehad de afgelopen 2 jaar. Maar we zijn zeer blij dat Nathalie Raguenaud hier is om hem te vertegenwoordigen. Zij is eerste adviseur bij het Competentiecentrum Recht en Onderneming. Bienvenue, Nathalie Raguenaud. Merci. Avec nous. Puis nous accueillons Dominique Demonté, directeur de Context chez Agoria. Ça veut dire tous les services d'Agoria qui travaillent à mieux comprendre et influencer le contexte global. J'ai bien compris, hein? Dans lequel les entreprises technologiques belges doivent évoluer. Bienvenue. Et troisième panéliste, c'est Benoît Olbrechts, Manager Technology Scouting and IP Services chez Cyris. Mais il est ici en tant que représentant des 4 cellules brevets. Bienvenue. En tot slot, heel fijn dat we ook nog een dame in ons panel hebben. Tine Schaarlakens, Director Innovation bij Essentia, de Belgische sectorfederatie van de chemische industrie en de life sciences. Ik ga misschien aan iemand vragen om de deur te sluiten, want daar wordt nogal met koffiekopjes gegoocheld. Dank u wel. Ik ga aan u allen dezelfde vraag stellen, la même question. Quels sont les chiffres, quelles sont les observations que vous avez retenues de l'étude qui montrent que la propriété intellectuelle est importante et pourquoi? Madame Raguenaud. Alors, cette étude est vraiment très, très importante et je remercie, enfin, au nom de la FEB, l'OPPI et l'OPRI d'avoir lancé cette étude parce que c'est vrai que on se rend compte que beaucoup d'entreprises ne sont pas souvent assez sensibilisées à la propriété intellectuelle. C'est évidemment, on en parle, mais ce n'est pas forcément très connu. Et ici, dans les chiffres, de voir que 84% des PME sont concernées par la propriété intellectuelle,
Bon, principalement par des marques, évidemment, mais c'est quand même un chiffre important. Et puis, quand on voit le rôle de moteur de l'économie, de levier au niveau de l'emploi, au niveau de la performance, de la prospérité de ces entreprises, c'est vraiment très important. Et d'autres études avaient déjà montré ce rôle fondamental, mm-hmm. mais c'était plutôt des études, d'une part au niveau européen, c'est les études qu'on a citées ce matin de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle et de l'Office européen des brevets, qui soulignait déjà notamment le fait que les entreprises qui géraient des droits de propriété intellectuelle représentaient à peu près 45% du chiffre, enfin, de l'activité économique de l'Union européenne, c'est-à-dire 6,6 billions d'euros, ce qui est quand même un montant énorme. Et ce qui est aussi frappant, c'est que dans l'étude, on a montré qu'au niveau de l'emploi, au niveau européen, on parlait d'à peu près 29% de l'emploi, et on n'est pas très loin en Belgique, puisque dans l'étude, on citait un montant d'un peu plus de 23%, presque 24% de l'emploi en Belgique. Donc, la Belgique est quand même aussi un pays qui a un rôle important au niveau de la propriété intellectuelle, au niveau de l'Europe. Et nos décideurs politiques s'en étaient déjà rendus compte depuis pas mal d'années, puisqu'on a beaucoup aidé, on a mis des moyens de soutien à la recherche et au développement. Et comme le soulignait M. Andries, la Belgique est devenue une véritable plateforme de la recherche et développement au niveau de l'Europe. Et c'est très, très important de continuer cet effort de soutien aux entreprises qui mettent en œuvre des droits de propriété intellectuelle. Tout à fait. Monsieur Demonté ? Oui, comme ça a été dit, je me réjouis que cette étude soit là. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est très basé sur les data. Et je trouve qu'au niveau belge, avoir des stratégies data-driven, c'est essentiel. Deuxième élément pour lequel je trouve que cette étude est importante, c'est quand même des éléments de conviction vis-à-vis des entreprises. Mm-hmm. Alors, on a discuté de l'effet de corrélation, de cause à effet. Il n'y a rien à faire, il y a un certain nombre de chiffres, et j'y reviendrai, qui pour moi ne prêtent pas à discussion. Et donc, ce sont vraiment des arguments qu'on peut mettre en avant dans les discussions avec des entreprises sur l'importance de la propriété intellectuelle. Donc ça, pour moi, c'est pourquoi cette étude était importante, et merci et bravo à ceux qui l'ont réalisée. Alors, si je regarde des éléments qui m'ont frappé dans l'étude, le premier, c'est 9% des PME ont des droits de propriété intellectuelle. Alors, ça a été très bien dit, la propriété intellectuelle, ce n'est pas pour toutes les entreprises. Ça doit s'inscrire dans une stratégie d'entreprise. Mm-hmm. Mais il n'y a pas besoin d'avoir fait un MBA à Harvard pour se rendre compte que 9%, c'est quand même très peu. Et donc, on a une marge de progression. Mm-hmm. Et je reviendrai après pourquoi c'est important de travailler sur cette marge de progression. Mais donc, ça, c'était un premier élément. J'étais très étonné que ce soit quelque part si bas, 9%. Deuxième élément, et vous l'avez très bien mentionné dans votre intervention, M. De Rheym, c'est la différence de nature de droits de propriété intellectuelle en fonction des catégories d'entreprises. Et donc, et ça on y reviendra quand on discutera un peu qu'est-ce qu'on doit faire pour faire monter plus d'entreprises. En fait, en marketing, on parle de personae. Et on doit faire exactement la même chose ici. Mm-hmm. Parce que quand on voit les différences, 90% qui ont des marques, moi je viens des secteurs technologiques où c'est vraiment le brevet qui domine, on voit qu'on va devoir mettre en place des approches personnalisées. Je peux prendre quelques exemples très simples. Si vous êtes Night and Day, il y a peu de chances que vous déposiez des brevets. Si vous êtes SAPCA ou la Sonaca, vous allez déposer des brevets. Si vous êtes une entreprise familiale, vous allez vous poser d'autres types de questions. Et donc, ça veut dire que si on veut pousser nos entreprises à aller plus loin dans cette démarche de propriété intellectuelle, on va vraiment devoir cibler et sélectionner les choses. Alors, troisième élément, et qui est vraiment le cœur de l'étude, c'est les différences. Les différences qu'on observe entre les entreprises qui ont des droits de propriété intellectuelle et celles qui n'en ont pas. Je ne vais pas reprendre les différents chiffres. L'aspect productivité serait intéressant d'en discuter. Encore que ça ne m'a pas forcément étonné, parce que ce n'est pas forcément un marqueur de productivité. Pour moi, c'est plus un marqueur et une nécessité pour mettre en place des stratégies de croissance. Mm-hmm. Ça n'a pas forcément un impact sur la productivité, mais je fais une parenthèse par rapport à ça. Mais donc, ça ne m'a pas tellement étonné par rapport à l'étude, mais je serais intéressé qu'on en rediscute. Et pour moi, le point qui m'a le plus intéressé, et que je vais d'ailleurs utiliser dans mon approche de directeur contexte, c'est le facteur 2. Il y a plus ou moins un facteur 2 entre l'emploi dans les PME qui ont des droits de propriété intellectuelle et celles qui n'en ont pas.
Alors quand on met ça en perspective avec des ambitions politiques d'un pays comme la Belgique qui est d'aller vers un taux d'emploi de 80%, qu'on sait qu'on a des moyens limités qu'on va devoir cibler, on se dit, tiens, là on a quand même un levier qu'il est intéressant d'analyser et d'activer. Voilà, c'est un peu les éléments que j'ai retirés de l'étude. Voilà, monsieur Olbrecht. Merci, je suis aussi très heureux d'être là aujourd'hui. Et j'ai lu avec énormément de plaisir l'étude que j'ai trouvée fort complète et qui amène également un éclairage tout à fait neuf par rapport aux documents qu'on avait jusqu'à présent. Difficile de prendre votre succession, cher Dominique, parce que vous avez pointé beaucoup d'éléments qui me semblaient vraiment pertinents. Mais tout de même, c'est vrai que dans les choses qui m'ont interpellé, c'était notamment le clustering parmi lequel j'ai vu arriver les entreprises, des entreprises qui n'avaient que des brevets, par exemple. Je trouvais ça très étonnant. Donc je me posais un peu la question de voir quel était le niveau de maturité de ces entreprises, si elles étaient vraiment jeunes ou bien en prenant en compte l'âge moyen des entreprises qui était plutôt de l'ordre d'une vingtaine d'années. C'était une donnée qui m'a surprise, en tout cas. Mais également de voir la puissance qui était dégagée par la combinaison des droits brevets plus marque. Et là, il y avait encore un niveau supérieur qui était atteint. Et j'étais très content aussi de vous entendre par rapport aux facteurs. Parce qu'en fait, dans le texte, on peut lire, il y a 2% d'accroissement, ou en tout cas de 2% supérieur en termes de croissance pour les entreprises. Mais si on jette un œil aux facteurs d'augmentation, celui-là devient tout à fait important. Et il peut être de l'ordre de 2, 3, 4. Donc c'est vraiment un outil qu'on peut qualifier de levier. Ja. Tine Scharlakens, wat is u opgevallen? Ja, dank u wel ook voor de uitnodiging en om vanuit Essentia Sector Federatie Chemie en Life Sciences hier onze bijdrage te mogen leveren. Het is voor onze sector ook enorm belangrijk, natuurlijk, intellectuele eigendom. Je ziet dat er heel veel wordt geïnvesteerd in ONO. Vorig jaar nog een enorme stijging van het aantal patenten, 928, nog nooit zo hoog geweest. Natuurlijk, de pharma heeft daar een hele belangrijke component in. 34% gestegen vorig jaar. We hebben net vorige week onze nieuwe cijfers gepubliceerd. Maar je ziet bijvoorbeeld ook een slimme specialisatie in chemische recyclage, plastic recyclage, bioplastics. Dus op vele domeinen zijn we actief, laat ons zeggen. En het verwonderde dan ook niet dat de cijfers die wij ook hebben vanuit onze sector rond vooral patentaanvragen en patenttoekenningen, dat je die, je vindt hier niet terug, maar ze zijn ermee in lijn. Hè? Dus correlatie tussen het hebben van intellectuele eigendom en industrie was duidelijk aangetoond. Dus dat was zeker ook interessant aan deze studie om te zien. We hebben eigenlijk hier mooi alle data bij elkaar, alle gegevens. En dan heb je daar de correlaties, de hefboom-effecten met groei en productiviteit. Dus dat is zeker een interessant naslagwerk, maar ook een beginpunt, denk ik, om inderdaad van daaruit nu te gaan kijken hoe kunnen we onze strategieën eventueel nog aanpassen. En wat mij wel verwonderde, dat is inderdaad dat er zoveel van de bedrijven maar één intellectueel eigendomsrecht hebben en dan vaak nog een merk en dan vaak nog enkel een nationaal merk. Ja. We werken natuurlijk heel veel met de bedrijven die ook met de patenten bezig zijn, de heel innovatieve bedrijven, zowel kleine als grote. En ik ben echt geïnteresseerd om te zien welke groep bedrijven is dat dan en kunnen we daar dan specifiek iets voor doen. Waarbij we waarschijnlijk niet alleen naar intellectuele eigendom moeten kijken en niet alleen denken, en hoe moeten we dat hier nu ook nog eens gaan verkopen of hun motiveren. Ja, want dat was niet de bedoeling, dat hebben we net gehoord. Want waarschijnlijk gaat het ook net om de minder innovatieve bedrijven en ga je daar net die innovatiecapaciteit as such gaan moeten bespelen. En daar kan je het dan weer gaan linken met intellectuele eigendom. Ja. Dus dat is zeker interessant, aangezien dat we zelf ook sensibiliseringsacties opzetten rond intellectuele eigendom. En dan nog één luikje is ook al aangehaald. Ik ben ook wel geïnteresseerd om eens verder uit te pluizen hoe dat zit met die negatieve correlatie om de productiviteit, vooral bij de grote bedrijven. Het is interessant om dan naar die clusters te gaan kijken. Want je ziet dat het dan vooral die zijn die er maar één hebben. Ja, ik kan me voorstellen als groot bedrijf in deze wereld dat je een portefeuille moet hebben. Hè? En dat je die combi moet hebben. Dus dat we daar, en daar kunnen we eventueel ook wel nog wat strategieën opzetten, denk ik. Ja. Want we werken uiteraard ook van en voor onze grote bedrijven. Dus dat zijn een aantal eerste elementen die ik heb uitgehaald. Ja, en ik pik daar even op in. En ook op wat meneer De Monté net zei. Als je gaat kijken dat het toch maar 9% is. Hè? Bien qu'il est démontré que les DPI agissent comme un
catalyseur pour les PME. C'est évident et c'est logique que les portefeuilles de DPI, des entreprises plus anciennes et des grandes entreprises sont plus étendues en taille et en portée de ceux que les plus jeunes et des PME, c'est logique. Mais quelles mesures sont actuellement utilisées pour rendre ces PME encore plus performants? Qui veut répondre à cette question? Monsieur de Monté? Oui. Je pense que la bonne nouvelle, et ça a été dit aussi, il y a énormément d'informations qui est disponible, que ce soit au niveau des régions, que ce soit le site de Vlaio, de la Soalfine, de Hub Brussels, au niveau fédéral, au niveau de l'Office européen des brevets. Donc celui qui veut trouver de l'information peut trouver l'information. Donc là, je pense qu'on fait un bon job. Et alors, j'ai hâte de voir la plateforme qui va être mise en place. Tout à fait. Oui, donc je pense que tout ça sont des outils qui sont très importants pour permettre à celui qui veut trouver l'information d'aller la chercher. L'enjeu qu'on a, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas chercher cette information. Et donc, à la rigueur, les plateformes existent, mais si personne ne va les consulter, finalement, elles ne sont pas utilisées. Et là, on en revient sur ce que je disais, il faut vraiment une approche qui est beaucoup plus segmentée. Et là, en préparant, je me disais, mais tiens, les fédérations, par exemple, on pourrait jouer un rôle, parce que généralement, nous, on a une connaissance des catégories d'entreprises qu'on va retrouver dans nos secteurs, et peut-être qu'alors, on peut mettre en place des approches beaucoup plus ciblées. Je reprenais mon exemple, les boîtes digitales, on en a parlé entre autres pour Bruxelles, c'est plus du droit d'auteur. Dans les biotech que je connais aussi, on sait très bien que c'est beaucoup plus du brevet. D'autres entreprises, ça va être des marques. Donc, je pense que ça, c'est sans doute un pas supplémentaire qu'on pourrait faire, aller vers une segmentation. Deuxième élément, c'est aussi un peu compléter la nature de l'information qu'on donne aux entreprises. On leur explique comment mettre en marche des procédures de prise de droits de propriété intellectuelle. Il ne faut pas oublier que pour que ça fonctionne dans une entreprise, ça doit faire partie de sa stratégie. Mm-hmm. On y reviendra plus tard dans les conseils qu'on peut donner aux entreprises. Ça veut dire qu'elle doit aussi avoir une gestion de son information et de sa documentation qui va lui permettre après de pouvoir, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand il y a des questions d'antériorité qui vont se poser, de pouvoir y répondre. Donc ça veut dire qu'une entreprise, elle doit aussi avoir une structure et un mode de fonctionnement qui marche. Un des critères dans la brevetabilité, c'est la nouveauté. Si votre employé a été faire un séminaire dans une université pour présenter tous les résultats de l'entreprise, c'est beaucoup trop tard. Donc ça demande que ça fasse partie de la stratégie, mais que les employés soient bien au courant. Et puis aussi que les entreprises soient conscientes que les droits de propriété intellectuelle, ce sont des outils de négociation. Et alors j'aime bien l'exemple qu'on donne toujours, l'université de Stanford a licencié, paraît-il, a donné une licence à Apple pour le brevet de la souris pour $40,000. Bon, on se rend bien compte qu'ils avaient fait la bonne démarche de prendre de la propriété intellectuelle, mais sans doute qu'ils n'ont pas été très bons dans le calcul de la valeur que ça pouvait avoir. Et donc, je pense que dans l'information aux entreprises, il faut donner ces différents éléments. Comment vous devez vous structurer? Comment vous devez utiliser ça comme un outil économique? Et comment vous allez générer les potentiels conflits? Parce qu'à un moment, c'est aussi quelque chose qui vous permet d'attaquer d'autres sociétés. Donc voilà, je pense que customiser et deuxièmement, leur donner une information complète. Et comme c'était dit par M. Andries, il ne faut pas leur dire que c'est simple et que ça n'aura pas de coût parce que ce n'est pas vrai. Oui, tout à fait. Vous voulez rajouter quelque chose, Mme Racanou? Je suis tout à fait ce que vous dites. Et ce que je voulais rajouter, c'était qu'en Belgique, à ce jour, on a à peu près 3% du PIB qui est investi pour la recherche et développement. Et c'est vraiment une volonté de notre secteur politique, des académiques et des entreprises, des fédérations d'entreprises qui ont poussé à ça. Et une série de mesures ont été prises ces dernières années qui sont vraiment essentielles et sur lesquelles on pense à certains moments revenir. Et il s'agit des mesures telles que la déduction pour innovation, le crédit d'impôt en matière de recherche et développement, le régime des expatriés pour les chercheurs étrangers, l'exemption des chercheurs pour les chercheurs du paiement à la retenue, du paiement de la retenue à la source. Et ce sont des mesures fiscales qui sont essentielles, qui ont donné ce boost à notre pays et qui donnent aussi une sécurité et juridique et fiscale
qui donne tout un cadre juridique, économique et fiscal à notre pays et sur lequel il ne faudrait pas revenir. Parce que d'un coup, couper l'herbe sous le pied, c'est enlever tout cet attrait que pendant, depuis des années, on essaye de montrer aux entreprises qui se lancent à qui on dit « prenez des droits de propriété intellectuelle, faites de la recherche et développement, déposez des brevets », ça coûte cher. Et donc, il faut les aider à continuer. De la même manière aussi, c'est important au niveau de notre pays multilingue de coordonner les subsides entre les différentes régions parce qu'on a des entreprises qui ont des pieds dans différentes régions et puis qu'elles sachent exactement où elles peuvent aller chercher et que ce ne soit pas un parcours du combattant, qu'on puisse les aider à ce niveau-là également. Ja. Tine Scharlak, ik kom even bij u terecht, hè, want u ging daar... Ja, ik zou er graag even op aanvullen, want ik ben helemaal akkoord natuurlijk. Het is echt heel belangrijk en heel goed in België het ondersteunend kader voor onderzoek en ontwikkeling en innovatie. En het leidt er ook voor dat er meer aan ONO wordt gedaan. En het leidt er daar dus ook toe hè, dat er meer op intellectuele eigendom wordt ingezet. Dus het is echt heel belangrijk. Je hebt de fiscale steunmaatregelen al genoemd. Daarnaast heb je natuurlijk nog de regionale ONO-subsidies. Die hebben er mee voor gezorgd dat we nu bij de innovatie leiders zijn, hè, voor de eerste keer boven de 3% uitgekomen. Daar misschien nog de kleine kanttekening, dat daar de bedrijven ook effectief hun rol helemaal opnemen hè, en al boven de bedoelde of beoogde 2% zitten. De overheid kan nog een klein tandje bijsteken om aan haar 1% te geraken, maar zij kan ook gerust zijn dat dat echt een hefboom-effect gaat creëren. Want je ziet dat de bedrijven zitten al boven de 2%, dus het is echt, het hefboom-effect is er, het is aangetoond. Dus die zaken die moeten zeker behouden blijven. En dat zijn ook een aantal elementen die je kan bekijken, bijvoorbeeld in het Innovation Scoreboard. Een aantal andere criteria dan intellectuele eigendom. Hè? Want we focussen nu op die intellectuele eigendom. Maar om die beter te begrijpen of eventueel bepaalde zaken eruit te halen om betere sensibilisering te doen. Laat ons er een aantal andere naast nemen. Die ONO-investeringen, daar zitten we enorm, enorm goed. Hè? Met boven die 3%. Maar wat mij ook is opgevallen bijvoorbeeld, dat is dat we daar heel goed scoren op KMO's die samenwerken met anderen. Daar zijn we enorm sterk in, gerelateerd met onze clusterwerking en zo verder. Ook heel belangrijk bij ons in de sector, zowel in de chemie als in de life sciences en de ondersteuning die daarvoor is. Maar dus dat hebben we hè? En dat moeten we behouden. Mm-hmm. Oké, okay. Ja, fijn dat u het even opentrekt, hè, dat we niet alleen bij die intellectuele eigendomsrechten blijven. Nu, daar gaat het vandaag wel eventjes over natuurlijk. En dus vraag ik graag aan jullie allemaal... Quels seront les trois conseils ou un ou deux conseils que vous aimeriez donner aux entreprises belges concernant leur stratégie en matière de droit de propriété intellectuelle ou peut-être dans le cadre de l'innovation en général et pourquoi? Je me tourne vers Benoît Albrecht. Merci. Pour moi, la manière dont on peut élaborer une stratégie est premièrement d'arriver à fixer ses objectifs, de voir exactement... quel est le but à atteindre finalement? Est-ce que le but à atteindre, c'est d'attirer un capital dans l'entreprise? Est-ce que le but à atteindre, c'est de pouvoir commercialiser soi-même une solution? Est-ce que le but à atteindre, c'est de générer un actif dans l'entreprise qu'on peut vouloir vendre ou acheter auprès d'autres entreprises? Donc ça, ce serait la première de mes recommandations. Et pour la seconde, je recommanderais de réaliser ce qu'on appelle un IP scan, c'est-à-dire de recourir à une personne externe qui permet de scanner en fait quel est l'asset intellectuel présent dans l'entreprise. Bien souvent, les entrepreneurs ne réalisent pas en fait ce qui est présent dans leur entreprise et qui en réalité a une très sérieuse valeur. Et pas forcément uniquement dans le but de déposer un brevet ou de déposer des droits. Ça fait partie évidemment du panel des possibilités, mais également d'identifier qu'est-ce qui doit être protégé au besoin, au travers de secrets d'affaires, par exemple. On a entendu ce matin que la réglementation avait changé au sujet des secrets d'affaires. Et une des premières étapes est d'identifier, en fait, qu'est-ce qui est dans l'entreprise et qui mérite d'en prendre soin. Voilà. Après, par la suite, de prendre les mesures nécessaires au travers d'accords de confidentialité, de mesures internes à l'entreprise. Oui. Mais ça, c'est mon second conseil. Et alors, mon dernier conseil, c'est de réaliser aussi
éventuellement, qu'on n'est pas obligé de faire du rocket science pour déposer un brevet. Les brevets sont des couples problèmes-solutions. Et je me suis aperçu, en fait, que après avoir travaillé dans des domaines scientifiquement très avancés, qui n'ont pas débouché sur peut-être le brevet qu'ils auraient mérité, mais que dans d'autres contextes, il y avait des brevets qui étaient déposés parce qu'on était dans un environnement plus favorable. Et donc, pour moi, j'ai envie de donner ce conseil-là. Quand il y a de l'engineering qui est consacré à la résolution d'un problème, il y a des chances que ça vaille la peine de déposer un brevet. C'est ça. Voilà. Fantastique. Monsieur de Monté, quels seraient vos conseils ? Je leur donnerais trois conseils. Donc le premier, c'est intégrer les droits de propriété intellectuelle dans votre stratégie. Donc là, ça va surprendre personne, mais je leur dirais, il y a trois raisons pour le faire. La première, c'est que ça va augmenter leur capacité de négociation. En fait, c'est souvent identifié comme un marqueur d'ambition de l'entreprise. Et donc, quand vous allez discuter avec des banques, quand vous allez discuter avec des investisseurs, hein, on sait par exemple, dans le secteur biotech, si vous n'avez pas de propriété intellectuelle, vous n'allez même pas voir des investisseurs. Ah, c'est donc, ça. C'est vraiment des marqueurs très, très importants dans, si vous voulez augmenter votre capital et donc croître. C'est aussi des marqueurs très importants si vous voulez négocier des licences. Personne ne va vous payer une licence si vous ne pouvez pas lui garantir qu'il aura une sorte de monopole sur l'exploitation. Donc, c'est vraiment des outils très, très importants sur ces aspects-là. Un deuxième élément qui a été mentionné, c'est qu'en fait, on est dans un monde d'open innovation. Alors, contrairement à ce que beaucoup pensent, l'open innovation, ce n'est pas travailler avec n'importe qui, n'importe comment. L'open innovation, ça se fait dans un cadre très défini. Et quand vous rentrez dans un consortium, il est très important de définir quels sont vos apports et comment vous allez valoriser. Et ça, le fait d'avoir des droits de propriété intellectuelle vous permet de mettre un cadre clair dans une collaboration. Et comme ça a été dit dans le premier panel, on est dans un monde, et surtout si on veut, à l'échelle d'un pays, contribuer à la twin transition, hein, digital and green, on doit se doter d'assets qu'on va pouvoir mettre en avant dans le cadre de consortiums qui, par définition, seront internationaux. Donc ça, je pense que c'est un deuxième argument. Et puis, il y a un deuxième argument auquel on ne pense pas souvent, mais pour l'avoir pratiqué, il est très important. En fait, quand vous déposez des droits de propriété intellectuelle, généralement, vous faites une recherche, hein, ce qu'on appelle pour les brevets une recherche d'antériorité. Eh bien, c'est incroyable la source d'information que c'est. Ça vous permet de voir les technologies qui sont en termes de développement. Qui a déposé des brevets dans votre domaine ? Et ce n'est pas forcément déjà sur le marché. Donc, ça vous permet aussi de voir en amont ce qui se passe. Et donc, c'est vraiment des outils de veille stratégique pour les entreprises. Deuxième, donc, un, intégrer dans votre stratégie et avec les trois arguments. Deuxièmement, faites-vous accompagner. Ce n'est pas simple, c'est complexe. Trouver des partenaires pour le faire. Et alors là, je dis, hein, j'en parlais avec le collègue d'un bureau de propriété intellectuelle, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec des bons et des mauvais mandataires. Et pour moi, les bons mandataires, ce n'étaient pas ceux qui rentraient tout de suite dans les aspects techniques, c'est ceux qui commençaient par demander, OK, mais comment ça s'inscrit dans la stratégie de votre entreprise ? En quoi ça va être un outil de développement économique ? Et puis après, ils commençaient par regarder les critères inventifs, nouveautés, potentiel économique. Mais ils disaient d'abord, expliquez-moi comment ça s'inscrit dans votre stratégie. Et donc, voilà le conseil, je ne peux pas en citer, je peux le faire off-site, mais pas en direct, mais je pense que ça, c'est un bon critère pour déterminer des bons partenaires. Et puis, troisièmement, et là, c'est plus un message politique qui rejoint ce qui a été dit, en tant qu'entreprise, si vous êtes une entreprise technologique, le monde est à vous. Et donc, assurez-vous que le pays dans lequel vous vous trouvez a une stratégie d'innovation, va mettre en place le cadre qui va vous permettre de développer des aspects de recherche, et donc d'augmenter votre portfolio, et va mettre en place le cadre fiscal qui va vous permettre après de les exploiter et d'en générer des revenus et des bénéfices. Et donc, on peut se dire, on parle des droits de propriété intellectuelle, mais si on ne pense pas à l'amont et si on ne pense pas à l'aval, donc si vous n'êtes pas dans un pays qui a un cadre et une stratégie par rapport à ça, allez vous installer ailleurs. Et évidemment, ce que nous, on veut faire en tant que fédération, c'est qu'un maximum d'entreprises restent chez nous, puisque maintenant, on a tous les arguments pour leur dire qu'elles doivent accélérer leur prise de propriété intellectuelle. Oui, un grand merci à vous. Madame Raguino. Il y a déjà beaucoup qui a été dit. Je voulais rappeler ce que M. de Rem avait dit tout à l'heure. Beaucoup d'entreprises, lors de simplement leur création, ben, ils créent
leur société, ils lui donnent un nom qu'on dépose à la Banque Carrefour, on pense à un nom de domaine et on oublie la marque. Et c'est vraiment le béaba au départ, de vraiment penser lors de la création de l'entreprise à ce genre de choses. Et alors, un réflexe de juriste, dans tous les contrats, que ce soit les contrats avec des tiers, avec les membres de son personnel, penser toujours aux aspects de propriété intellectuelle, qui détient les droits, qui est propriétaire des droits d'auteur ou qui va faire les dépôts, voire aussi toutes les questions de copropriété, de la propriété intellectuelle au sein d'une entreprise. Donc c'est vraiment essentiel. Et toute entreprise qui est un peu innovante ou qui fait de la propriété intellectuelle ou qui achète des licences, qui donne des licences, doit veiller à ses contrats. Bon conseil. Mevrouw Scharlakens, wat zou u graag... Ik denk niet dat ik nog nieuwe puntjes heb, want alles is gezegd. En ik ben vooral helemaal akkoord ook met wat Dominique de Monte net zei, want ik heb exact 3 dezelfde punten. En het was niet afgesproken. Maar misschien nog even kort samenvatten op mijn eigen manier. Dus inderdaad, voldoende aandacht aan dat beheer van die portefeuille. Het is echt superbelangrijk. Het belang van intangible assets stijgt alleen maar. Dus het is belangrijk, doe het. Koppel het met de bedrijfsstrategie. Evalueer het opgezette tijden. Durf ook dingen te schrappen. Telkens kijken naar welke waarde levert het mij op, wat is mijn investering en degene met de beste ratio, die behoud je. Een tweede element, samenwerking. Er is nog weinig innovatie zonder samenwerking. De koppeling tussen intellectuele eigendom en samenwerking is een hele belangrijke. Het opent mogelijkheden, maar het heeft ook bepaalde gevaren. Dus je moet eigenlijk echt dat element helemaal meenemen in de samenwerking. Wanneer je partners screent, ga je samenwerken of niet? Wat is hun intellectuele eigendomssituatie? Hebben zij toegang tot technologie? Hoe en wat? Hoe kunnen we daarin samenwerken? En daarnaast natuurlijk zorgen dat je goede contracten sluit en dat je daar dat je ook de eigen intellectuele eigendom goed beschermt en benut. Daar denk ik ook dat we nog een tandje kunnen bijsteken naar ondersteuning van bijvoorbeeld onze KMO's in hun onderhandeling met kennisinstellingen, met grote bedrijven, als ze samenwerkingsprojecten hebben. En nog meer wapenen om eigenlijk die onderhandelingen rond intellectuele eigendom in hun samenwerkingen, om die te gaan versterken. Mm-hmm. En dan derde puntje, maak gebruik van alle ondersteuning die er is. Er is heel veel ondersteuning. Enerzijds vanuit de overheid, verschillende zaken. Ook de octrooicellen. Maar daarnaast ook van professionele ondersteuning. Van zodra je echt de zaken gaat uitwerken. Ja, voilà, we gaan zo meteen ook nog dat nieuwe platform zien dat ons wordt voorgesteld door Tineke van Hoei. Lijkt me heel nuttig dat er komt. We hadden hier net tijdens de pauze een klein gesprek met een jongeman, een student die hier in het publiek zit, die zelf ook zegt van ja, ik weet niet echt de weg te vinden naar de juiste instanties. Ik weet niet waar ik moet gaan aankloppen. Als we dan inderdaad spreken over die sensibilisering, mag ik jullie even kort vragen, hoe zien jullie dat, Tineke Scharlakens? Hoe zie je dat concreet gebeuren als bedrijven inderdaad informatie missen? Ik denk dat eigenlijk de verschillende organisaties waar bedrijven sowieso bij terecht gaan voor hulp, dat zij een aanspreekpunt moeten kunnen zijn. Dus en dat doen we ook op die manier. Er zijn ondernemingen, eerste aanspreekpunt vanuit de overheidsagentschappen. In Vlaanderen is bijvoorbeeld Vlaio, dus zij moeten daar een aanspreekpunt voor hebben. Onze leden die komen naar Essentia voor allerlei vragen, maar zij moeten ook bij ons kunnen komen daarvoor. En dan hebben we een aantal eigen zaken die we doen. Elke organisatie heeft zijn ondersteuning en goed doorverwijzen naar elkaar. De connectie tussen de zaken kan eventueel nog wat verbeterd worden. Maar uiteindelijk denk ik dat het allerbelangrijkste is de connecties die ze hebben met hun federatie, met hun agentschap. Die moeten eigenlijk de eerste link zijn naar de juiste steun. Mm-hmm. Dat betekent niet dat wij alles zelf moeten doen. We hebben een octrooicel, maar dat is ook niet dat wij een heel team experten hebben rond intellectuele eigendom. Zodanig dat we daar dan de juiste informatie ook kunnen linken. Ja, maar dat is al wanneer mensen al zelf het bewustzijn hebben om eventueel intellectueel eigendomsrecht te willen vastleggen. Is er ook een nood om vanuit dan, de bedrijfswereld of vanuit de instituties proactief naar bedrijven te gaan met dit verhaal? Benoît Berichts. Bonne question. Je ne résiste pas à présenter aussi les cellules brevets relatives aux quatre secteurs que sont la chimie, le textile,
le bâtiment et la technologie chez Ciris. C'est certain qu'en tant que cellule brevet, on est vraiment là pour aiguiller les gens entre les différentes institutions, les aider à trouver l'information dont ils ont besoin, mais aussi pour réaliser des recherches d'antériorité à différents stades de maturité, de développement, que ce soit vraiment pour avoir des idées de nouveaux projets ou pour déposer un brevet ou avoir une idée du degré de risque d'infraction par rapport à un brevet existant. Nous sommes là pour ça. Et j'ai l'impression d'avoir perdu le fil de votre question. Ma question était, est-ce qu'il faut être un peu plus proactif, peut-être ? Oui, voilà, alors je retrouve. Donc c'est là que nous organisons aussi des événements collectifs ou des webinaires ou des choses comme ça qui nous permettent d'aller vers les industries qui ont de l'intérêt au travers de ça, également des publications, etc. Donc ça, c'est un peu notre manière d'être proactif. Vous voulez réagir ? Oui, je pense que quelque chose qu'on pourrait faire un peu plus, c'est partir de success story. En fait, ce qui parle à un entrepreneur, c'est quand un autre entrepreneur lui explique en quoi le fait de prendre des droits de propriété intellectuelle a changé la vie de son entreprise. Et donc, sans doute que c'est sur ça qu'on doit construire, que de nouveau, il y a beaucoup d'informations, elle est utile. Et alors, je pense que ce qui est important, le conseil à l'entrepreneur, passer par un guichet, de toute façon, toutes ces structures sont connectées entre elles. Mmh. Et donc, elles vous enverront au bon endroit. Donc, si vous êtes en Flandre, allez chez Vlaio, si vous êtes en Wallonie, soit Alphine, à Bruxelles, Innoveris, peu importe, allez-y, on vous connectera, ce n'est pas très important. Et puis après, je pense que ce qu'on doit faire, c'est construire des success stories. Et dire, tiens, voilà pourquoi, pour ma boîte, j'ai pu développer tel type d'activité grâce à des droits de propriété intellectuelle. À mon avis, c'est plus sur cet aspect-là qu'on doit travailler. Donc des testimonials, comme on dit. Voilà. De nouveau, c'est ce qui parle aux entrepreneurs. Ah oui, tout à fait. C'est quand votre voisin vous dit, écoute, moi j'ai fait ça, ça m'a permis d'attaquer le marché allemand et d'y prendre 10%, alors c'est gagné. Oui, c'est ça. Nathalie Ragueneau, il n'est pas là, mais j'ai entendu Peter Timmermans dire sur Radio 1, il n'y a pas longtemps, à propos de nos entreprises, que nous sommes performants, très performants en recherche et développement, et que cela s'est également traduit par une augmentation de nombre de brevets l'année dernière, mais que nous n'arrivons pas très bien à les commercialiser. C'est vrai. C'est vrai, oui. C'est parfois, on manque encore d'engagement et de mise en œuvre. C'est vrai qu'on n'est pas encore champion dans la commercialisation, mais c'est encore quelque chose qu'on doit améliorer. Et c'est pour ça aussi, je reviens sur mes soutiens fiscaux, on doit avoir aussi un cadre fiscal et économique qui permette aux entreprises de s'exporter, qu'on ait une compétitivité suffisante dans les produits qu'on invente, qu'on met en œuvre, qu'on fabrique. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est le message que nous relayons régulièrement au niveau de la compétitivité de nos entreprises, au niveau de l'AFP. Vous voulez rajouter encore quelque chose ? C'est plus large que ça. Donc pour moi, c'est le message aux entreprises. J'aurais deux messages aux entreprises. C'est un, soyez ambitieux. Soyez ambitieux. Et donc être ambitieux, c'est viser le marché international quand on est en Belgique. Parce que le marché belge, il est relativement limité. Donc soyez ambitieux. De nouveau, pour être ambitieux et les conditions pour le faire. Et puis, peut-être un deuxième élément, et je pense que je ne l'aurais pas utilisé il y a deux ans. On a vu à travers les différentes crises mondiales que nous étions inscrits dans des chaînes de valeur internationales. Mmh. Et ça, on a beau dire ce qu'on veut, ça ne changera pas. Et donc, la question, à l'échelle d'un pays comme la Belgique, et pour des entreprises belges, c'est comment est-ce qu'on peut prendre des places importantes et des maillons importants dans des chaînes de valeur qui vont rester internationales. Et de nouveau, ça fait le lien avec les droits de propriété intellectuelle. Et je pense que si on inscrit cette ambition et qu'on met ça en perspective dans ces chaînes, ce positionnement dans les chaînes de valeur, alors peut-être qu'on va résoudre notre problème qui est, avec nos bonnes capacités d'innovation, d'aller plus sur le marché. Ja, Tine Scharlakens, als ik even kijk naar jullie sector, daar is het misschien net iets anders. Is het anders bij wat er gezegd is, toch? In die zin dat we daar eigenlijk die hele sterke R&D hebben, die hele sterke ONO, zowel vanuit de bedrijven als een hele goede ondersteuning vanuit de overheid. Maar dat we natuurlijk
ook met de uitdaging zitten om dat allemaal uiteindelijk in de markt te zetten. Bij ons gaat het dan nog over pilot scale, demonstratieplans en zo verder. De opschaling van het R&D tot de daadwerkelijke productie en verdere commercialisatie. En daar zitten we toch ook nog met een grote uitdaging. Daar zijn we nog een beetje zoekende. Hoe gaan we die transitie realiseren? De twin-transitie is al genoemd, digitalisering, klimaat. Wij noemen het soms een quadruple transition, want we zitten daar nog met circular economy, we zitten daar nog met de sustainable products en zo verder. Alles wat eigenlijk binnen de Green Deal kader. Dus een enorme, enorme uitdaging waarvoor we ONO nodig hebben, maar waarvoor we ook de verderzetting van die ONO nodig hebben tot de daadwerkelijke opschaling, productie en zo verder. Daar gaan we een extra inspanning moeten doen en daar hopen we dat ook de overheid een extra inspanning kan doen om te kijken welke incentives dat er daar kunnen gegeven worden om ook dat effectief te realiseren, hè, en om dat ook hier te realiseren, hier bij ons. Ook al zijn het dan internationale waardeketens, wat we niet willen is dat we enkel de ONO hier hebben natuurlijk en dan alle productie in het buitenland. Ja. Dus daar is wel nog wat werk te doen. Ja, want wat mij ontzettend opviel ook in de cijfers die de onderzoekers hebben voorgesteld, dat is inderdaad, veel bedrijven hebben één eigendomsrecht, het is dan nog een merk, het is dan ook alleen maar nationaal geregistreerd. Hè. Dus die internationale ambitie, dat kan beter, kunnen we dat concluderen. Ja, als we dan toch over conclusies spreken, we hebben tijd om u allemaal, naar aanleiding van deze studiedag, een conclusie te laten formuleren. Wat moeten we vooral onthouden of wat kunnen we nog verbeteren? Ik ga beginnen met mijn... Ik kan misschien eens beginnen. Want u bent altijd de laatste, anders. Dat is ook niet fijn. Nee, dat is goed, dan kan ik wel nadenken. Nee, maar ik denk, heel interessante studie op vlak van intellectuele eigendom. Kunnen we een aantal zaken uithalen. Zeker wat vervolgstudiewerk zou interessant zijn om echt te gaan categoriseren, zodanig dat we onze sensibiliseringsacties daar ook op kunnen afstellen. En wat ik ook onthoud is, dat is eigenlijk een belangrijke parameter, intellectueel eigendom, maar we kijken ook naar de andere parameters, ONO-investeringen en zo verder. En we proberen ervoor te zorgen dat die hele environment, dat hele kader eigenlijk van onderzoek en innovatie, dat sterk is. En dat is ook sterk. En dat we dat behouden. Ja. Dat is voor mij de conclusie. Benoît Albrecht. Oui. Pour réagir, pour recontextualiser ce que j'ai entendu sur le fait que les entreprises ont la plupart du temps, quand elles ont un droit de propriété intellectuelle, c'est une marque et elle est limitée au territoire national. J'ai été positivement surpris en progressant dans l'étude de voir que en fait, les entreprises qui sont relatives à la technologie ou au secteur industriel, elles vont davantage se tourner vers les brevets. Et donc là, on trouve une composante bien présente de brevets. Et également, la composante internationale est très présente aussi. Parce que quand on regarde les chiffres, ils sont doubles sur l'international par rapport à notre pays. Et donc, je trouve ça très positif. J'ai juste envie d'encourager ce constat en utilisant les outils qui sont là, les outils régionaux, fédéraux. Et puis, nous sommes là aussi pour aider. Voilà. Merci. Monsieur Desmonté. Oui, moi, je dirais que l'intérêt de cette problématique, c'est que c'est vraiment un enjeu sur lequel il y a une convergence d'intérêts. Il y a une convergence d'intérêts entre les gouvernements, il y a une convergence d'intérêts entre les entreprises, il y a une convergence d'intérêts entre les citoyens. Et donc, mettons-nous encore plus... Ce qui est rare, oui. Ce n'est pas toujours le cas. On n'est pas toujours en convergence avec le gouvernement, les fédérations, je peux vous dire. Mais ici, on a vraiment un exemple de convergence où on sait qu'on va pouvoir créer de la valeur sociétale, socio-économique. On va pouvoir augmenter notre capacité à jouer un rôle actif dans cette transition. Et donc, je pense que ça vaut vraiment la peine qu'on regarde ensemble quel est le meilleur cadre. Je fais le lien avec ma fonction, contexte. Quel est le contexte qu'on peut mettre en place pour, en Belgique, augmenter et passer de ces 9 à... deux chiffres au moins en termes de PME qui ont des droits de propriété intellectuelle. Je pense que c'est tout le mal qu'on peut souhaiter. Oui. Madame Raguenot. Je rebondis sur ce que M. Desmonté vient de dire. C'est vrai que beaucoup d'entreprises, quand on parle de droits de propriété intellectuelle, on a l'impression qu'on parle de quelque chose de très complexe, un terme et juridique et économique. Et l'avantage de ce type d'étude, c'est de sensibiliser, vulgariser le sujet, de montrer que ce n'est pas juste un terme purement juridique, mais que c'est un rôle économique moteur et essentiel. Et de parler des différents droits de propriété intellectuelle, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de marques, de brevets. Rappelez qu'il y a tout le volet droit d'auteur et que ça représente aussi
énormément de personnes en Belgique qui travaillent là-dedans et aussi une partie de notre PIB importante, et que ce sont toutes des choses qui sont essentielles dans une économie mixte, et que la sensibilisation de l'ensemble des personnes, que ce soit les citoyens, les entreprises qui les utilisent, est essentielle. On essaye à l'AFEB aussi de sensibiliser le plus possible, de parler de propriété intellectuelle en organisant des petites conférences simples pour ne pas brusquer certaines entreprises qui se disent « ça ne nous concerne pas vraiment ». Oui, bonne conclusion, un grand merci. Wat ik voel, wat ik hoor, wat ik al de hele voormiddag merk, is dat er ontzettend veel enthousiasme is over jullie studie. Dat het dus hier niet mag bij blijven. Hè. Dat voel ik ook bij alle panelleden hier vandaag. Het was niet voorzien om nu ook nog vragen te stellen aan deze panelleden, maar als er mensen zijn die toch nog een vraag hebben, hou u vooral niet in. Si vous avez une question pour les panélistes, n'hésitez pas. Ici, oui, monsieur, allez-y. Il y a un micro dans votre chaise, apparemment. Donc, si vous... Non, c'est pas la... Oui, mais les gens à la maison ne vont pas vous entendre. Voilà, il y a un micro. Il faut appuyer sur le bouton. C'est un peu technique, mais sinon, les gens en ligne peuvent pas suivre. Ça marche? Normalement, ça marche, je crois. Oui. OK. Allez-y. Alors, oui, je reste. Que pensez-vous de l'effet des crises globales, particulièrement la pénurie de matériaux sur la recherche, le développement, l'innovation, les FME? Et qu'est-ce que vous pouvez faire, ou nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces entreprises? Monsieur Olbrecht, vous voulez y aller? attaquer la crise mondiale. J'ai envie de d'abord reconnaître que chez Syris, où on est là en support à l'industrie, on a identifié cet aspect des choses comme étant un enjeu majeur qui fait qu'on a réorganisé les équipes autour de ça, parce que c'est réellement très très important. J'ai envie de dire que c'est une opportunité pour travailler sur la circularité de l'économie, trouver des schémas qui permettent de réutiliser les matériaux le plus possible, de travailler sur des nouveaux business models qui vont... générer de la valeur, mais peut-être d'une autre manière que ce n'est le cas aujourd'hui. Et enfin, je pense que c'est également une opportunité au niveau des brevets, dans le sens où il y a une nouvelle manière d'innover qui peut émerger de ce challenge, mais qui est très important, et nous devons y faire face. OK. Mevrouw Scharlakens, ja? Gewoon nog even aanvullen dat vanuit onze sector natuurlijk er is heel wat effect van de crisissen. Als je het hebt over toegang tot grondstoffen, verstoring van waardeketens, dat zijn zaken die we wel gaan zien komen. Hè. Daar houden we ons hart wel wat voor vast. Maar dat is in eerste instantie wel het effect op de productie. En niet een direct effect op het R&D-gedeelte. Dat kan natuurlijk wel een indirect effect hebben. Dus in eerste instantie is een crisis op productievlak niet direct rechtstreeks op korte termijn negatief voor het R&D. Integendeel, er is soms dan wat meer aandacht daarvoor. En natuurlijk, als je het hebt over de COVID-pandemie, heeft dat voor ons natuurlijk ook wel tot de opportuniteiten op vlak van R&D en innovatie geleid. Maar dus we zitten daar met twee elementen eigenlijk. Hè. Dus je hebt eigenlijk het R&D-gedeelte dat eerder een indirect negatief effect misschien zal krijgen, maar alleszins waardeketens, productie, toegang tot grondstoffen, dat zal wel in de komende periode moeilijk worden. Oké. Okay. Ja. Dank jullie wel. Een grand merci. Ik ga het debat afronden bij deze laatste conclusies. Ik ga u warm applaus vragen, dames en heren, voor deze panelleden. Nathalie Raguenaud, Dominique Desmontés, Benoît Olbrecht en Tine Scharlakens. Alsjeblieft.
En we hebben het hier al gehad over sensibilisering, toegang tot informatie over die intellectuele eigendomsrechten. Wel, daar gaan we ook een antwoord op bieden. Écoutons maintenant la dernière présentation de cette journée d'études. Et avez-vous remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui partagent leur expertise avec nous aujourd'hui? Je suis ravie. We gaan daar nog een clevere vrouw aan toevoegen. Tineke van Hoei. Zij is jurist en accountmanager bij het BOIP, het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom. En zij komt u heel graag een nieuw digitaal platform voorstellen voor ondernemers met intellectuele eigendomsvragen. Erg nuttig lijkt mij dat. Geef haar een warm applaus, alstublieft. Dank u wel, Lies, voor de introductie. Inderdaad, aan mij de eer vandaag om u het nieuwe platform voor te stellen, Create, Protect and Benefit. Maar vooraleer dat we daar samen naar gaan kijken, wil ik u toch even meenemen in de aanloop naar het project. De geschiedenis, wat waren de doelstellingen, de uitdagingen voor ons, om dan inderdaad te gaan kijken zelf naar het platform, hoe het eruit ziet vandaag. Nou, een beetje context, hè. Zoals al gezegd in het begin, we zijn gestart terug in 2020 met 5 partners. Dus we, hè, Soalfin, Vlaio, Octrooi Centrum Nederland, de FOT Economie en het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom. 5 partners die met elkaar dus inderdaad gemeen hebben dat ze verantwoordelijk zijn voor beleid omtrent intellectuele eigendom en of het verstrekken van informatie daaromtrent. Ja, bear with me wat betreft de look van de slide. Die is een beetje versprongen, zeg maar, door het samenvoegen van 2 fonds blijkbaar. Maar de boodschap moet wel overkomen. Achtergrond. Waarom zijn die 5 partners eigenlijk destijds met elkaar gaan samenwerken? Wel, 3 vaststellingen die daar eigenlijk aanleiding toe gegeven hebben. We hebben het al vastgesteld samen vanmorgen. Ondernemers hebben geen of weinig kennis van intellectuele eigendom. De Europese studie werd al geciteerd vanmorgen. In Europa hebben KMO's 9% maar daarvan geregistreerde intellectuele eigendomsrechten. En het is zo eigenlijk, dus ze hebben de kennis niet en ze hebben ook eigenlijk dus geen directe vraag over intellectuele eigendom. Wat ze wel hebben is een businessvraag. Een vraag die gaat over het feit dat ze met partners aan het samenwerken zijn of dat ze zeggen, goh, ik heb iets nieuws uitgevonden en ik wil dat beschermen. En daar in die vraag zit dan eigenlijk een intellectuele eigendomscomponent. Vandaar eigenlijk besef van de partners, met deze tool willen we in tegenstelling tot andere tools deze keer vertrekken vanuit een businessvraag. En niet zozeer vanuit een intellectuele eigendomsvraag, omdat die ondernemer ze misschien eigenlijk niet direct heeft. Tweede punt, het is ook al vaak aangehaald vanochtend, hè. Intellectuele eigendom is een complexe materie. En niet alleen de materie is complex, maar ook het landschap is complex. Hè. We zijn hier vandaag aanwezig met verschillende organisaties die zich bezighouden op dat domein. Maar ja, hoe moet een ondernemer daar dan zijn weg in vinden? Dus belangrijk ook dit keer dat we gezegd hebben, kijk, we slaan de handen in elkaar. We gaan als 5 partners samenwerken, zodat we vanuit 1 stem kunnen spreken. En als we dan die ondernemer aanspreken en die vindt ons, dat wij de ondernemer dan kunnen doorverwijzen naar de meest geschikte onderneming, organisatie liever, om hem verder te helpen. En een derde punt, hè, als ondernemers al in contact komen met intellectuele eigendom, is het vaak op het moment dat het al te laat is. Ik denk dat we allemaal de verhalen kennen van bijvoorbeeld een ondernemer die een nieuwe naam heeft. De website staat klaar om te lanceren, het briefpapier is gedrukt. En op de vooravond daarvan valt er een brief in de bus, een in gebrekenstelling, waarbij dan men te horen krijgt van een derde partij, beste gelieve, het gebruik van uw naam te staken, want ik heb een ouder merkrecht. Dus men komt in contact op het moment dat het al te laat is. Dus daarom ook de bedoeling van deze tool. We willen net informatie brengen op een tijdig moment, hè, dat men er nog iets aan heeft. Samenvattend, eigenlijk wat we willen, wat de intentie was bij de start, we willen van eigenlijk elke ondernemer, elke entrepreneur een IP-preneur maken. En wat is dan een IP-preneur? Iemand die zich bewust is van het bestaan van intellectuele eigendom, de waarde daarvan en de relevantie ervan van zijn onderneming. En zo werd ook de projectnaam geboren, het IP-preneur-project. De doelgroep waarop we ons hebben gericht zijn IP-unawares. Zijn de mensen en ondernemers die geen kennis hebben van intellectuele eigendom, geen geregistreerde intellectuele eigendomsrechten.
de KMO's in dit geval in België en Nederland, die actief zijn sinds meer dan 2 jaar, dus die uit de start-up fase zijn, omdat we gezien hebben dat zij ook meer getriggerd zullen worden door mogelijk negatieve ervaringen, zoals het verlies van een naam of verlies van reputatie. En we hebben ons specifiek gericht op de creatief en technisch innovatieve sectoren. Nou, 2 doelstellingen eigenlijk voor de tool. Ook dit punt is al ter sprake gekomen vandaag. Ten eerste willen we proberen om die negatieve reputatie die intellectuele eigendom heeft, om te zetten naar een meer positieve ervaring. We zijn er ons van bewust dat het niet onmiddellijk overnight een en al happiness zal worden en dat de perceptie onmiddellijk zal veranderen, dat het goedkoop is en dergelijke. Maar we willen wel eigenlijk proberen om een mogelijk negatieve ervaring een minder negatieve nasmaak te geven. Vergelijk het met als u een product koopt en dat is defect, maar u wordt wel tijdig geholpen en adequaat geholpen, dan kan uw ervaring achteraf toch nog uiteindelijk positief zijn. Dat is ook de bedoeling met deze tool. We weten dat we niet onmiddellijk die negatieve ervaring kunnen veranderen, maar we willen nu wel als ondernemer de juiste informatie geven op een vlotte manier, op een tijdig moment, dat u toch goed geholpen wordt. En een 2e doelstelling, die intellectuele eigendom linken aan een concrete business situatie, een concrete business vraag, zeg maar. Omwille van het feit, we zijn ervan uitgegaan als partners ook, wat doet iedereen vandaag de dag als hij met een dringende vraag zit? Men neemt de computer, men gaat op internet en men vraagt het aan vriend Google, YouTube, hoe het moet. Dus dat is ook zo eigenlijk wat ondernemers doen. Hè? Men gaat op internet, men vraagt het. Dus dat is ook wat we bij deze tool gezegd hebben, kijk, als uitgangspunt. Waarom doe je dat eigenlijk, hè, dat je dan op internet gaat kijken? Omdat je daar ook net die andere ondernemer tegenkomt, hoort, die misschien al eenzelfde situatie heeft beleefd en die ook een oplossing heeft gevonden in zijn probleem. Dus bij het vorige panelgesprek kwam het al aan het woord dat we die success stories aan het woord willen laten, van mensen die in een gelijkaardige situatie zaten. Een nieuw project komt ook nooit zonder uitdagingen, dus die zijn er bij deze ook zeker aanwezig. Het feit ten eerste dat een IE-vraag verscholen is. Dus het verscholen in een businessvraag. Een concrete situatie, het kwam al aan bod, samenwerking met partners bijvoorbeeld, of men is bezig met een nieuw product te ontwikkelen. Dus de IE-vraag is niet duidelijk, maar ze zit verscholen in een business situatie. En ten tweede een uitdaging, doen we ondernemers dan eigenlijk begrijpen dat hun businessvraag eigenlijk een IE-component in zich houdt? En misschien niet alleen een IE-component van hunzelf, eigen intellectueel eigendomsrechten, maar dat ze ook bijvoorbeeld als ze samenwerken in een partnerschap met een andere onderneming geconfronteerd worden van intellectuele eigendomsrechten van een andere organisatie. Nou, genoeg uitdagingen en punten om mee aan de slag te gaan. Het concept voor de tool hebben we uitgewerkt samen met het creatieve bureau Read. En als basis zijn we vertrokken eigenlijk van het feit, we willen een interactief platform dat gemakkelijk is in gebruik en dat die ondernemer eigenlijk begeleidt op zijn intellectuele eigendomsreis. We moeten een mooie visuele identiteit hebben. We moeten een menselijke tone of voice hebben. Niet te theoretisch, theoretisch inderdaad te moeilijk. We willen menselijke verhalen brengen, testimonials van ondernemers die hetzelfde hebben meegemaakt en die andere ondernemers zeggen, kijk, ik heb het zo en zo aangepakt. En we willen ook dat het actiegericht is, dat mensen iets gaan doen. Het zij beschermen, maar het zij ook eigenlijk in eerste instantie in contact treden met een expert. Hoe zijn we daar te werk gegaan dan eigenlijk om dat idee van dat platform dan eigenlijk verder vorm te geven? Wel, het creatieve bureau Read is eigenlijk in het begin van de uitwerking van het creatieve concept in gesprek gegaan, ook met alle experts die onze verschillende 5 partners rijk zijn. En hebben eigenlijk vastgesteld dat elk van de experts bij die partners eigenlijk eenzelfde soort proces heeft als het aankomt op de dialoog aangaan met ondernemers over intellectuele eigendom. Ten eerste, en ik hoorde het ook bij zowel Final inderdaad, die diagnostiek die men doet, ik hoorde het bij andere organisaties ook. Eigenlijk wat men doet is in eerste instantie gaan babbelen met die ondernemer. Wat is uw businessvraag? En gaan kijken waar zitten nu eigenlijk de precieze IE-noden van een intellectuele eigendomsactieve KMO.
of misschien weet hij het zelf nog niet. Maar eigenlijk die analyse van die businessvraag. U gaat een partnerschap aan, met wie gaat u dat aan? Is dat Europees, is dat lokaal? Dus eerst die analyse. Om dan eigenlijk in een tweede instantie aan die ondernemer een overzicht te geven van de mogelijkheden die er zijn op vlak van intellectuele eigendomsrecht. Bijvoorbeeld dat iemand die zegt, ik wil mijn naam beschermen. Nou, wilt u dat op internet? Is een domeinnaam nuttig? Bent u alleen regionaal actief en heeft u meer aan een handelsnaam? Of is een merknaam voor u the way to go? U een inzicht geven in wat er aan mogelijkheden is. Om dan uiteindelijk in een laatste fase u als ondernemer een soort aanbeveling te doen en te zeggen, ja kijk, dit zijn voor u mogelijke volgende stappen. En volgende stappen, de juiste stappen, zeg maar, bijvoorbeeld dan voor u een merkrecht, maar om die juiste stappen dan ook op de juiste manier uit te voeren. Te weten dat u bijvoorbeeld, als u een merk deponeert, dat dat onderscheidend moet zijn en dat je dat moet aanvragen bij een bepaalde instantie. Dus eigenlijk dat proces stelden we vast eigenlijk bij alle partners. En op basis daarvan hebben we bedacht van ja, kijk, eigenlijk moet elke ondernemer in zijn IE-reis een soort van etappes doorlopen. Het is niet alleen eigenlijk voldoende dat hij in een eerste instantie zich bewust wordt van intellectuele eigendom. Herinner u, we starten bij de IP Unaware. Die willen we aware maken, dat ze bewust zijn van het bestaan van intellectuele eigendom. En hebben we bedacht van ja, eigenlijk willen we dat doen door verschillende triggers aan te reiken aan die ondernemers. En niet zozeer alleen op het platform, maar ook buiten het platform. Want ook dat kwam al ter sprake en mensen weten niet dat ze een vraag hebben over intellectuele eigendom. Dus met de tool willen we bijvoorbeeld die triggers ook via Google AdWords. En dan eigenlijk gewoon een concrete businessvraag van ik wil mijn uitvinding beschermen. Hoe doe ik dat? Of ik ga samenwerken met partners. Waar moet ik op letten? Dus eigenlijk om in een eerste fase die ondernemer bewust te maken van hey, er is zoiets als intellectuele eigendom. Nou, in een tweede fase willen we dat hij zich dan eigenlijk bewust wordt of een andere perceptie krijgt van intellectuele eigendom, namelijk dat het ook voor hem belangrijk kan zijn. En dat willen we doen dus door testimonials te gaan delen hè, van ondernemers die een octrooi hebben of die een samenwerking hebben gehad met bepaalde partners en die daarin ook gevraagd werden naar, nou, hebben jullie uw intellectuele eigendom al geregeld? Dus die perceptie over IE veranderen. Om dan in de volgende fase iemand IP literate te maken. Van ja, oké, ik weet dat het er is. Ik weet dat het belangrijk is voor mij. Maar ik duik er nu wat verder in. En ik begrijp ook eigenlijk waar dat ik moet beginnen. En dat het misschien eigenlijk minder moeilijk is dan ik oorspronkelijk had gedacht. En dat willen we doen door bepaalde korte contentstukjes aan te reiken die gaan over de inhoud, maar dan eigenlijk op een heel, ik zeg het niet theoretische manier, een soort van korte vraagvorm, om dan eigenlijk korte vragen te beantwoorden die mensen hebben over ja, hoe moet ik bijvoorbeeld mijn logo beschermen. Om dan in de laatste fase te eindigen bij iemand, dat iemand IP-active wordt. En wat bedoelen we daarmee? Hier staan nu de I take steps. Ik neem stappen om bescherming te verkrijgen. Maar dat is eigenlijk niet alleen het enige. Dat werd eerder ook al aangehaald. De bedoeling van de tool is niet om intellectuele eigendomsrechten te verkopen. Eigenlijk zit de actie ook meer in het gaan spreken met een bepaalde expert om dan dat traject weer te doorlopen. Een IP-scan bijvoorbeeld. En met u te babbelen en te kijken, waar zit nu voor mij mogelijkheden die passen bij mijn bedrijf. Dus dan eigenlijk vier focuspunten eigenlijk nog eens van het concept. Eén, bescherming. Met dien verstande dat het nooit zo mogelijk is om iets volledig van u te beschermen overal ter wereld. Maar het is toch vaak een vraag die een ondernemer heeft van ik heb iets gemaakt en ik wil wat ik gemaakt heb dat dat van mij is. Hoe doe ik dat? Intellectuele eigendom is een must voor elke ondernemer. Niet per se om het te hebben, maar wel een must om erover na te denken. Om eigenlijk bijna zoals dat elke onderneming een businessplan heeft, ook een IE-plan te hebben en daarover na te denken. Een derde punt, het bewustzijn dat intellectuele eigendom een meerwaarde creëert. Dat kan gaan eigenlijk gewoon van een soort ja, ease of mind, van oké, ik weet dat ik alles op orde heb, tot ik weet dat ik kan samenwerken, tot ik heb beschermd wat van mij is. En dan dat laatste punt en die actie ook weer, het contact met een expert dat belangrijk is om u te begeleiden op uw intellectuele eigendomsreis. En dan bijna le moment suprême. Ik hou u niet langer in spanning.
De Create, Protect and Benefit, de naam van het platform. Bewuste keuze om daarin niet te verwijzen naar intellectuele eigendom. Waarom? Net vanuit het besef dat ondernemers intellectuele eigendom niet zegt. Ik werk zelf bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom. Als ik op een verjaardag zeg waar ik werk, zie ik mensen bij Benelux Bureau en dan intellectuele eigendom een beetje vaag in de verte kijken en geen idee hebben waar het precies over gaat. Dus vandaar ook hier de bewuste keuze om eigenlijk te focussen in de naam op Create, Protect en Benefit. Drie aspecten. Ten eerste, het creëren. Je hebt iets gemaakt. Je wilt het beschermen. Hè, wat dat jij gemaakt hebt, zorgen dat je dat bezit. En als laatste, als je dat dan doet, dan kan je ervoor zorgen dat je een bepaald voordeel genereert. Hè, dat je, we zien het hier bij de studie, groei creëert als KMO. En om dan wel in de tagline de het concept van intellectuele eigendom te introduceren. Het moet er ooit van komen. Om mensen dat dan mee te geven van, kijk, de tool om voordeel te halen kan mogelijk intellectuele eigendom voor u zijn. Het is een project in ontwikkeling, dus vandaag stel ik u een 1.0 versie voor. De bedoeling is dat we het op termijn nog verder zullen aanvullen met meerdere testimonials van andere ondernemers. De tool heeft een eigen branding, dus ook daar de bewuste keuze om te communiceren en ook de mediacampagne binnenkort te lanceren vanuit naam van het platform en niet de verschillende organisaties op zich. Omdat we zien dat mensen ons niet altijd weten te vinden, dus vandaar de keuze om te communiceren vanuit Create Protect Benefit. En het is een meertalige tool, spreekt voor zich. Dan kijk ik nu even naar de techniek, fantastisch. Dit is hoe het platform eruit ziet als u op de homepage komt, met eigenlijk al onmiddellijk daar een de beelden is eigenlijk van een ondernemer die we gesproken hebben, Thijs Kea van UV Smart, over het feit dat een octrooi een toegevoegde waarde kan hebben voor een onderneming. Om dan eigenlijk op de homepage, ik haalde het eerder al aan, te beginnen eigenlijk met een aantal populaire businessvragen. Van hoe kan ik verhinderen dat mijn uitvinding gekopieerd wordt door een derde? Echt die vragen te tackelen waar ondernemers mee zitten. Om net bij hen aan te sluiten bij de concrete vragen die ze hebben. En zo hebben we dan een heel arsenaal en dan klik je daarop door. En dan kom je eigenlijk verder op de website terecht op concrete info die je helpt bij je vraag van waarom moet ik nu eigenlijk informatie geheim houden. Ik loop met u ook even het menu door. We beginnen eigenlijk ook met een aantal guide pratiek in het Frans. In het Nederlands noemen we ze wegwijzers. Waarin we eigenlijk aan die ondernemers korte toegankelijke informatie willen verschaffen over intellectuele eigendomsonderwerpen. Maar zoals dat u bijvoorbeeld ziet ook bij het eerste, zonder eigenlijk onmiddellijk echt te noemen bijvoorbeeld merkrecht. Waarom? Omdat merkrecht misschien iemand niet onmiddellijk iets zegt, maar wel het feit dat hij denkt, nou eigenlijk wil ik mijn logo dat ik gemaakt heb beschermen, of mijn naam wil ik beschermen, of ik wil mijn uitvinding beschermen. Hoe doe ik dat? En als we dan daarop doorklikken, krijgt een ondernemer dan eigenlijk een korte inleiding om dan eigenlijk het is essentiële wat je moet weten over merken. En dan hebben we een in 10 etappes, zeg maar, komt hij dan in korte tekst te weten van wat is eigenlijk een merk? Nou, waarom zou ik mijn merk moeten beschermen? Ja, en zoals u ziet, echt bewust korte teksten die op een menselijke toon geschreven zijn, omdat het werd eerder ook al gezegd, er is al veel informatie over intellectuele eigendomsrechten. En daarom hebben we bewust voor gekozen om dit beknopt te houden, to the point, en op een menselijke tone of voice te brengen aan die ondernemer om hem in het proces eigenlijk niet te verliezen. En het doel van die praktische gidsen, de wegwijzers, is eigenlijk om ergens, als die ondernemer zich wat meer informatie wilt verkrijgen over wat is er voor mij nu nuttig, omdat die daar dan terecht kan. Dan de testimonials van verschillende ondernemers. Hier zien we Dirk Vens van de onderneming Curana, die een octrooiportefeuille heeft. En dan zien we ook eigenlijk daar een aantal video's waarin dat hij zegt, hoe moet je product gaan beschermen? Wat zijn eigenlijk drie redenen voor mijzelf om je product te gaan beschermen?
En niet alleen ondernemer hebben aan het woord gelaten, maar we hebben naast die ondernemer ook telkens een expert van een van de organisaties aan het woord gelaten om een beetje naar die twee geluiden te laten horen. De ondernemer die vertelt vanuit de praktijk en dan de expert die vertelt van goh, waar moet je nu op letten als je dan echt specifiek met intellectuele eigendom aan de slag gaat. Ik had u graag een filmpje getoond, maar ik begrijp dat het met geluid niet werkt. Dus ik nodig u uit om straks na afloop online te gaan en rustig de filmpjes te bekijken. Maar zo hebben we dus eigenlijk van verschillende ondernemers eigenlijk testimonials op de website gezet. En die worden dan eigenlijk op termijn, willen we deze nog verder gaan aanvullen. Dan een laatste punt. Ik haal het ook al aan in de weg die we een ondernemer willen laten doorlopen. Eindigt die dan eigenlijk hier bij het feit om een actie te ondernemen. Een actie te ondernemen die er dan eigenlijk in bestaat van goh, ik wil met een expert gaan babbelen, dat die u meer informatie kan geven. En dan kan je hier bijvoorbeeld aanklikken als je meer wil weten over merkenrecht. Dan geeft het systeem van, god, er zijn drie experts. Dan zien we daar bijvoorbeeld van boven BOIP, maar ook zowel FIN. Want we klikken hier dan, of we zitten op de Belgisch-Franse website. En dan kan je specifiek gaan kijken van, god, BOIP is verantwoordelijk voor de registratie van merken en modellen in de Benelux. Ze verschaffen ook informatie. Maar als ik kijk, goh, ik zie ook hier zowel FIN. Zij zullen mij ook meer begeleiden in mijn strategie. Dus misschien is dat weer meer wat ik precies nodig heb. Dus dan kan je op die manier als ondernemer eigenlijk een keuze gaan maken van oké, tussen die verschillende partners, welke is voor mij qua regio, qua diensten die aanbiedt, voor mij nu de perfecte fit. En dan komen we uiteraard bij de About page, waar u nog eens rustig kunt nalezen welke partners hier betrokken bij zijn geweest en wat de uiteindelijke bedoeling is van het platform. Nou, dit is het, zou ik zeggen. Ik hoop dat het u getriggerd heeft om vanmiddag alvast misschien verder te gaan kijken bij de tool. En ik zou zeggen, spread the word. En hopelijk kunnen we op deze manier verschillende ondernemers verder helpen. Ontzettend hard bedankt voor deze enthousiaste presentatie. Ik heb helemaal zin om te gaan kijken. Dankjewel, Tineke van Hooy. Messieurs, dames, nous sommes arrivés à la fin de cette matinée et nous avons entendu de nombreux intervenants, des opinions. Il est donc utile d'écouter les conclusions d'aujourd'hui, en fait. En daarom vraag ik heel graag Gunther Albrecht op het podium. Hij is adviseur-generaal ad interim bij de Dienst voor Intellectuele Eigendom, de DIE, bij de FOD-economie. Gunther Albrecht, alstublieft. Ja. We zijn dus aanbeland bij de conclusies van deze studiedag. De conclusies geven altijd een beetje de indruk dat we aan het einde komen. Maar deze studie is voor ons geen eindpunt, wel in tegendeel. Op de Vlaamse televisie was er vroeger een tv-kok die zijn programma altijd afsloot met drie leerpunten. Dus naar analogie daarmee zou ik willen zeggen, wat hebben we geleerd vandaag? Ten eerste, bedrijven met geregistreerde IE-rechten hebben gemiddeld genomen een hogere groei. Ten tweede, bedrijven met geregistreerde IE-rechten zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de tewerkstelling. Het is proportioneel. Je hebt het gezien in de slides. En ten derde, op een nieuw platform, Create, Protect, Benefit, kan ik terecht voor mijn praktische vragen rond intellectuele eigendom. Nu, zoals gezegd, deze studie en dit platform zijn voor ons geen eindpunt. De vraag is eerder hoe we met deze studie in de hand, samen met de verschillende partners, verdere acties kunnen ondernemen om KMO's te ondersteunen en te informeren over het belang van intellectuele eigendom. Tijdens de gesprekken van vandaag is naar voren gekomen dat intellectuele eigendomsbescherming inderdaad belangrijk is voor onderneming. Punten die daarbij onder meer naar voren kwamen zijn dat intellectuele eigendom welvaart creëert en toegevoegde waarde,
Het biedt bescherming en verstevigt uw concurrentiepositie. De grondstoffen van België zitten niet in de grond, maar boven de grond, tussen de oren. En het is dan ook belangrijk om die troef te ondersteunen, onder meer via ondersteuningsmaatregelen voor research and development. Dat is ook een aantal keer naar boven gekomen. Nu, zoals jullie aangaf, het is niet alleen een goed nieuwsshow vandaag. Er zijn ook vooroordelen en soms kloppen die ook, zoals meneer Andries aangeeft. Het is niet altijd poepsimpel, intellectuele eigendom. En het is daarom ook, ik zal daar veel van maken, IP is niet alleen voor specialisten. IP moet niet alleen, mag niet alleen voor nerds zijn. Het is daarom belangrijk om te kijken hoe je met de juiste begeleiding de troeven die IP biedt, kunt gebruiken in uw onderneming. Het is inderdaad een strategisch belangrijk gegeven en er bestaan verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld een IP-scan, IP-diagnostiek is aangehaald, waar ook de regio's, verschillende regio's, ondersteuning in bieden. En u kan zo een overwogen keuze maken om uw intellectuele eigendom te gebruiken. Want zoals meneer Derm ook aangaf, IP-registratie is geen doel op zich. Het is de bedoeling dat het op een verantwoorde manier gebruikt wordt, dat u erover nadenkt, liefst zo snel mogelijk in het leven van uw bedrijf, dat u een geïnformeerde keuze maakt om IP ten goede te gebruiken. En ik denk dat er ook nog marge is. Een van de cijfers die naar voren is gekomen, is dat van degenen die IP geregistreerd hebben, dat 84% KMO's zijn, 16% grote bedrijven, terwijl in het Belgische bedrijfslandschap 98% KMO's zijn. Dus ziet daar, denk ik, dat er nog ruimte is voor verbetering. Dat er ruimte is voor sensibilisering om de KMO's te benaderen met een toegankelijke boodschap. Je pense que qu'on peut conclure que la connaissance d'aujourd'hui, de réflexion d'aujourd'hui, que la connaissance, l'innovation et la propriété intellectuelle sont des atouts importants pour une entreprise et qu'il est important de les soutenir et protéger ses actifs. Au sein du SPV Économie, plusieurs actions ont été récemment mises en place pour informer et accompagner les entreprises et le grand public dans la mise en pratique de la propriété intellectuelle à l'aide de quelques guides pratiques. Par exemple, nous avons un guide comprenant une boîte à outils sur l'utilisation des actifs de propriété intellectuelle pour accéder au financement des PME. Donc là, c'est une ressource récente qui est publiée sur notre site Internet. On a aussi un guide pratique sur les contrats de propriété intellectuelle qui contient des informations et aussi des clauses types sur des contrats en matière de propriété intellectuelle pour aider les entreprises, les fédérations d'entreprises, pour aiguiller les PME pour comment faire des contrats de licence, par exemple. Enfin, nous avons aussi un guide pratique sur la propriété intellectuelle et les modes alternatifs de règlement de litige. Ce guide sera publié bientôt et sera présenté lors d'un webinaire en juin. Son but est de démontrer qu'en cas de violation d'un droit de propriété intellectuelle, parce que ça arrive aussi, il n'est pas toujours nécessaire d'aller en justice, ce qui peut entraîner des coûts et procédures longues et coûteuses. Aujourd'hui, une plateforme nouvelle s'ajoute qui a été développée en collaboration avec les 5 partenaires. Cette plateforme contient aussi des testimonials. Vous n'avez pas pu les visualiser, mais je vous invite à le faire parce qu'ils sont intéressants, courts et marrants parfois, je trouve. Comme M. Demonté a dit, ce qui, selon lui, marche bien, c'est les testimonials, c'est du bouche à l'oreille. Pour moi, ça a marché, du bouche à l'oreille.
Et nous souhaitons alors, nous espérons que vous pourrez donc faire du bouche à oreille sur le nouveau plateforme. Soutenir et protéger la propriété intellectuelle, informer et sensibiliser les entreprises, ce sont des tâches que nous ne pouvons pas accomplir tout seuls. Sur base de l'étude et avec l'input d'aujourd'hui, qui est très précieux, nous allons donc élaborer un plan d'action pour mieux approcher les IP owners, les partenaires régionaux et institutionnels, les fédérations d'entreprises et les groupements d'intérêt seront impliqués et joueront un rôle sans doute important dans la mise en œuvre de ce plan. Cela m'amène vers à la fin de mon intervention, qui est l'occasion pour moi pour remercier plusieurs personnes. Je vois un autre qui n'est pas dans mon speech, mais je veux aussi remercier Marcel Sepp de l'Octrooicentrum Nederland, qui était aussi accompagné, qui ont fait une étude aux Pays-Bas. Et ça me fait plaisir qu'il fait le déplacement des Pays-Bas jusqu'ici pour être témoin aujourd'hui. Donc, Marcel, merci pour vos contributions. Dankt voor je bijdrage tijdens de studie. Je voudrais tout d'abord remercier le bureau Benelux d'avoir entrepris avec nous le projet de cette étude et de cette journée d'étude. De mensen van KU Leuven en Idea Consult voor hun uitgebreide studie en de presentatie van vandaag. Tous les orateurs d'aujourd'hui pour leur contribution et point de vue utile. Et je voudrais remercier tout particulièrement Monsieur le ministre, bien qu'il n'était pas là, mais quand même pour l'importance et l'attention que lui et son cabinet ont accordé à cette étude. De verschillende institutionele partners, Vlaio, BOIP, OCNL, zowel FIN, die samengewerkt hebben aan het platform Create Protect Benefit. Ik wil ook graag de SPW bedanken, die actief is binnen het forum Intellectuele Eigendom tijdens onze gesprekken met de verschillende partners. Le collègue du service communication du SPF, Inès et Martine, qui se sont chargés de l'organisation de cet événement. En de verschillende collega's binnen de dienst voor intellectuele eigendom die aan deze studie en studiedag hebben meegewerkt, waarbij ik in het bijzonder Nico de Koning zou willen bedanken, die zowel de studie als het digitaal platform van begin tot einde heeft opgevolgd bij ons. En tenslotte ook u, het publiek, hier en ook thuis, ik weet niet waar de camera is, en ook thuis, voor de aandacht die u vandaag gespendeerd heeft aan deze dag. Ik hoop dat u het een nuttige voormiddag vond en ik zou willen afsluiten met een devies dat voor mij de dag goed samenvat. Ik zou zeggen, create, protect en benefit. Dank u wel. Hartelijk dank, Piet. Nee, Gunther was het, hè? Ja. Meneer Albrecht, voor deze closing remarks van deze studiedag. Dames en heren, het is een intense voormiddag geworden. We hebben cijfers gezien, wetenschappelijke visies gehoord, suggesties voor het beleid uitgestippeld en nog veel meer. Messieurs, dames, c'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous sommes certains que la matinée a été instructive pour vous tous. Nous vous invitons maintenant à déjeuner. On vous remercie pour votre temps, votre attention et je vous souhaite un bon après-midi. Un grand merci. Au revoir. You can't keep your feet on